Got it. Recording in progress. Nou, welkom bij de podcast, Dream Chaser podcast. Hier hebben wij Dave Valkenburg. Nou, we kennen hem eigenlijk als de co-founder van MotiDave. En ja, vandaag gaan we hem interviewen. En we komen een beetje achter, wat was hij nou als een kind? Wat is hij door zijn leven heen gegaan? We weten dat hij dakloos is geweest. Dat willen we meer over horen. Van hoe is het nou echt een dakloos te zijn? En ja, dat gaan we allemaal komen te weten in deze les. Dus Dave, stel je even voor. Wie ben je? Ja, tof man, tof. Ja, kijk, we zijn natuurlijk sinds vandaag gestart met MotiDave.com. Ja, super tof initiatief waarbij we natuurlijk gewoon echt heel veel ondernemers in Nederland willen gaan helpen om gewoon echt stabiel digitaal inkomen op te bouwen. Mede daarom natuurlijk ook vandaag uitgerekend de blog met Wat is MotiDave, waarin ook gewoon natuurlijk al wat meer informatie verspreid werd over wie ik ben, waar we nou een beetje vandaan komen. Ja, en daarom dan dus ook deze podcast vandaag, om dat gewoon nog meer kracht bij te zetten. Ja goed, wie ben ik? Wat heb ik gedaan? Ik ben natuurlijk Dave Valkenburg. Ik ben nu recentelijk 31 jaar oud geworden. Tijd vliegt. Ik voel me ook al oud af en toe. Toen ik startte met e-commerce en met internetmarketing en al dat soort dingen, dat was ook echt nog, dan weet je dat je een dinosaurus bent, hè, deze markt. Mm-hmm. Het was nog gewoon echt toen je ook e-books kon verkopen nog, zeg maar. Dat was echt, tegenwoordig geef je natuurlijk alleen maar weg als lead magnet en dat soort shit. Mm-hmm. Was vroeger heel anders, je kon ze gewoon echt wel verkopen voor 27 euro per stuk en zo. Je stuurde laat ik traffic naar die website toe en cash je maar. Ja, inderdaad. Omdat dat dus ook niet meer zo werkt, ja, daarom MotiDave.com ook, man. Mm-hmm. Om gewoon echt heel veel mensen, heel veel ondernemers in Nederland bewust te maken van, ja, wat is digitale marketing, wat is digitaal inkomen? Ja, en daarom zijn we hier, man. Mm-hmm. Ja, toen ik zelf ook begon, toen begon het ook echt met, ik heb een e-book gemaakt, ga ik verkopen. En het eerste wat ik hoorde, oh, in de eerste maand heb ik 40.000 gemaakt. Ja, die tijd is er gewoon niet meer. We geven steeds meer waarde weg. En dat is natuurlijk goed. Maar ja, de e-books verkopen, ja, daar is niet meer op te draaien. Inderdaad. Nee, is ook niet meer te doen. Is ook geen stabiele business meer. Ja, en daarnaast natuurlijk, Johan, kijk, je begint er zelf al over. Is die hele digitale marketing niche natuurlijk ook veel te vaak al overspoeld geweest met, ja, maak 40.000 in je eerste maand. Ja, weet je, het geeft echt wat dat betreft een heel verkeerd beeld in mijn optiek ook naar heel veel starters, heel veel jonge mensen ook. Ja, tuurlijk, de wereld ligt aan je voeten, er zijn hele mooie dingen. Maar voordat jij richting die 40.000 gaat, ja, daar gaat wel heel veel bloed, zweet en tranen in zitten natuurlijk. Laten we dat stopstellen. Ja. Ja, we zien het vooral in de fitnessindustrie. Maar ze begonnen met neem deze pil en je valt af. Dan wordt het weer een beetje een schepje bovenop gedaan. Binnen 90 dagen, daar moet weer een schepje bovenop gedaan. Deze pil en broccoli bijvoorbeeld. En elke keer wordt er weer een stukje bovenop gedaan. Tot nu zijn mensen zo sceptisch geworden. Ja, je moet een hele goede marketeer zijn om echt er bovenop te komen. Ja, dat is 2022. Klopt, je moet uniek zijn in deze markt. Je moet ook denk ik een eigen tone of voice hebben. Al dat soort punten. Kijk, ik denk dat we daar later ook in dit verhaal nog wel veel meer op terug gaan komen natuurlijk ook. Van, hè, hoe is dat nou allemaal ontstaan? Waar is het allemaal uit voortgekomen? Wat zijn nou de basisprincipes die onder dat huidige project liggen, zeg maar? Ik denk dat we daar straks later veel meer natuurlijk op gaan inzoomen. Maar je zult wel zien dat in alles wat wij vanuit nu verkondigen, ja, dat echt puur gericht is op sociale impact. En daadwerkelijk echt iets betekenen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Voor je familie, vrienden, community. Ja, weet je, dat is waar wij nu onszelf ook mee willen onderscheiden. En we hopen ook gewoon dat we daarmee, dat vind ik misschien nog wel veel belangrijker, dat we daar ook mee gewoon echt andere ondernemers kunnen gaan inspireren. Weet je, het hoeft niet allemaal meer te draaien op, oh, kijk mij dit of dat doen, of kijk mijn huis, of kijk mijn auto, of ja, daar ben ik wel een beetje klaar mee, man. Ja, inderdaad. De Lamborghini die gehuurd wordt, is ook geen vette prijs. Nee, klopt. Maar voordat we in één keer 20, 25 jaar terug in de tijd gaan, wil ik toch even één ding weten. Als je
Als je motivatie even in één zin moet omschrijven, wat zou je dan doen? Wat zou je zeggen? In één korte zin, één elevator pitch, kan je hem heel kort maken natuurlijk. Gewoon simpelweg zonder dure advertenties. Een impactvolle en winstgevende digitale business. En dat is waar we ons hart voor maken, dat is waar we voor staan. En dat is waar we iedereen mee willen helpen. En waar we iedereen naartoe willen helpen. En daar zijn natuurlijk heel veel takken en onderdelen van. Maar dat is wel hetgeen wat we willen doen. Precies. Dat is ja, sowieso dure advertenties. Dat is niet om te lachen. Ze werken niet meer zoals als voorheen. Dus ja, je komt heel erg snel aan dure advertenties. Maar nu gaan we in de tijdmachine. Gaan 20, 25 jaar terug. Dus jij als een klein kind nog, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar. Hoe was zo'n situatie nou? Want we weten eigenlijk al, jij bent op een gegeven moment dakloos geweest. We willen daar net iets voor zijn. Hoe was je nou als kind? Wat was je situatie? Vertel daar eens over. Ja, kijk, als je echt 25 jaar terug gaat, dan kom je natuurlijk echt op een periode dat ik 5, 6, 7, 8 jaar oud ben. Ik was een kind van gescheiden ouders, waarbij mijn vader rondom de omgeving van Almere woonde. Almere, Amsterdam, zeg maar een beetje die kant op. Mm-hmm. En mijn moeder was zeg maar net hertrouwd. En dus samen met haar was ik bij mijn stiefvader komen te wonen in Veldhoven. Dat ligt tegen Eindhoven aan als het ware. Het is wel een enorm verschil qua afstand. Althans, als we in Nederlandse termen praten natuurlijk. Voor mij is dat nu allemaal iets relatiever geworden nu ik in het buitenland woon. Waar afstanden sowieso ietsjes groter zijn in mijn optiek. Dan Nederlands koude kikkerlandje natuurlijk. Maar kijk, voor Nederlandse begrippen is 1,5 uur van elkaar afwonen, je ouders, is best wel een ding natuurlijk. Tuurlijk. Ik was een heel nieuwsgierig kind, denk ik. Altijd al wel geweest. Ook gewoon veel vragen stellen, dingen willen weten. Daardoor in de klas misschien ook wel altijd niet de gemakkelijkste geweest. Ik heb zeker op de basisschool ook met bepaalde leraren best wel overhoop gelegen. Nou, dat ik gewoon punt 1 mijn energie niet altijd kwijt kon als ik stil zat. Maar daarbovenop, ja, als je tegen mij iets vertelt over waarom iets moet, ja, dan ben ik best wel bereid om daarnaar te luisteren als dat steekhoudende argumenten met zich meebrengt. Ja. Kijk, als jij tegen mij iets vertelt, ik moet iets doen, prima. Maar als ik dan vraag waarom, dan is een antwoord als omdat ik het zeg, is niet genoeg. Kijk, daar moet wel wat beters onder liggen, zeg maar. Snap je? En ja, daardoor, zoals ik zeg, niet altijd de makkelijkste geweest, denk ik. Maar wel wel heel respectvol, vriendelijk, goed opgevoed. Wat dat betreft ook echt wel door mijn ouders. Met manieren, voor respect hebben voor andere mensen. Beleefd zijn. Ik denk dat misschien wel kernwaarden zijn die ik van mijn ouders heb meegekregen. Ja, sowieso een kind die bij elke vraag of elke keer als je wat zegt, waarom dan? En dat je weer uit moet leggen. Ja, kijk, wij beiden zijn nog geen ouders, maar we kunnen het best wel voorstellen. Op een gegeven moment wordt dat een beetje irritant. Ja, zeker. Ik zal niet ontkennen dat ik af en toe niet best wel irritant geweest kan zijn. Mm-hmm. Ja. Maar je ouders, wat voor personen zijn er eigenlijk? Zijn ze lief? Zijn ze aardig? Vertel wat over hen. Of begin maar met je moeder. Want we weten daar. Met mijn moeder, inderdaad. Ik denk dat wel een hele mooie is. Want over doden niets dan goeds natuurlijk. Hè. Helaas is mijn moeder hier niet meer. Dat is denk ik deels ook een enorme drijfveer voor mij. Laat ik even heel kort samenvatten voordat we straks sowieso daar wel even naartoe komen. Maar op haar sterfbed heb ik haar een x-aantal dingen beloofd. En ja, dat wil ik gewoon waarmaken. Dat is ook een enorme drijfveer. Dus ik denk dat het inderdaad heel goed is als we bij haar beginnen. Mijn moeder is altijd heel erg zorgzaam geweest. Ja, natuurlijk had ze mij op jonge leeftijd ook al voor de zelf, zeg maar. Mijn ouders die scheiden, zeg maar, toen ik 2, 3 jaar oud was, rond die periode. Ja, totdat mijn moeder dus hertrouwd is geweest, heeft ze ook gewoon altijd echt voor mij moeten zorgen in de eentje. Althans, in de eentje. Kijk, mijn vader die nam me dan heel vaak in de weekenden mee. Eens in 14 dagen, eens in 7 dagen. Maakt allemaal niet zo heel veel uit op het moment dat het allemaal uitkwam.
Maar ja, dat betekende wel dat door de week natuurlijk ik heel erg afhankelijk was van mijn moeder. Nou, altijd heel erg betrokken geweest. Ook op latere leeftijd in mijn tienerjaren en dergelijke. Toen ik bijvoorbeeld voetbalde, dat soort dingen. Ze heeft nagenoeg geen wedstrijd gemist. Nou, ik denk dat heel veel zegt over wat voor een type persoon zij is. Ze kon het ook Zeker. Altijd heel erg goed vinden met betrekking tot bijvoorbeeld teamgenootjes. Dat soort dingen. Iedereen kwam ook graag bij ons over de vloer. En ja, waarin uit dat zorgzame dan zich ook, ja, kijk, weet je, op het moment dat er iemand mee kwam eten of wat dan ook, was nooit een probleem. We waren altijd wel bereid. Stel dat er überhaupt niet genoeg was, ja, dan delen we een bord, weet je, dat soort zaken. Ja, zo zat zij wel echt in elkaar. Mijn vader aan de andere kant, ja, ook een... goede gozer, heel erg, ik wil niet zeggen streng, maar wel... op zijn strepen, zeg maar. Wat dat betreft een stukje minder vrij als dat mijn moeder was. Dat heeft denk ik ook mee te maken dat mijn moeder een kind is van mijn opa die vroeger in het leger heeft gezeten. Dus die is juist heel erg streng opgevoed. En daardoor had ze dat wat met mij wat minder willen doen. Daardoor misschien af en toe juist ook wat te vrij geweest in mijn opvoeding, hoor. Dat dan weer aan de andere kant. Mijn vader die was daar toch wel, die hield daar toch wel wat meer de touwtjes in handen. Zelfs al woonde hij op afstand. Of dan probeerde hij daar toch wel wat meer sturing in te geven, als het ware. Mijn vader voor de rest is een heel erg sociaal persoon. Altijd bereid om voor iemand anders klaar te staan. Je hoeft hem maar te bellen wat dat betreft. Als je in zijn inner circle zit, dan natuurlijk, hè, als het ware. Telefoontje. En hij zal de eerste zijn die er voor je klaar staat. Ja, kijk, en dat zijn wel kernwaardes van mijn ouders die ik heel erg heb meegekregen en die ik heel erg probeer te uiten. Niet alleen in mijn business, maar ook op zakelijk gebied natuurlijk. Of ook op persoonlijk vlak. Ja. Ja, ouders zijn toch wel echt een voorbeeld van ons van, we kijken altijd naar onze ouders van, hoe hebben hun gedaan? Zou ik precies hetzelfde doen? Dan doen we dat, maar als het niet goed ging, misschien net zoals... zoals je vader, dat je denkt van ik wil toch nog niet te streng zijn. Ik wil een beetje tussen je moeder en je vader in zitten. Weet je precies van zo leren we dat. Dat vind ik toch echt wel een mooi punt. Ja, tuurlijk. Kijk, als jij opgroeit en je ziet je ouders. Ja, bepaald gedrag ga je natuurlijk wel mimiken, snap je? En, zeker. Ik denk dat daar ook wel bijvoorbeeld mijn opstandigheid bijvoorbeeld... Een stukje uit voorkomt. Als ik je bijvoorbeeld even een grappige anekdote kan vertellen over mijn vader. Die kwam uit de tijd dat er bijvoorbeeld nog dienstplicht was. Nou, gelukkig uit zijn jaar hadden ze toen al voldoende mensen. Dus hij hoefde niet te gaan. Maar zijn broertjes bijvoorbeeld, die hadden eigenlijk... Dus dan heb ik het over mijn ooms. Die hadden dus eigenlijk wel moeten gaan. En... die hebben gewoon puur uit principiële kwestie, hebben zij geweigerd om dat te doen. Omdat zij zoiets hadden van, ik wil niet iemand anders oorlog uitvechten. Weet je, dat is niet mijn taak, dat hoor ik niet te doen. Nu kan je veel vinden over de dienstplicht overigens, hoor. Ik denk aan zich dat de gedachte erachter... misschien wel heel erg goed kan zijn. En ik denk ook zeker dat de huidige jeugd en ook ikzelf zeker profijt gehad zou kunnen hebben van eventuele dienstplicht. Mm-hmm. Maar ja, ik kan me die principiële kant van mijn ooms bijvoorbeeld ook heel erg goed voorstellen. En ja, dat is bijvoorbeeld dan denk ik wel ook iets. Ja, als je dat zo meekrijgt. Ja, dan ga je ook bepaalde vragen stellen. En nogmaals, ik wil niet zeggen dat ik een waarom-kind ben geweest of zo. Maar ja, ik ben wel heel nieuwsgierig geweest altijd, ja. Ja, voor de dienstplicht, daar op een gegeven moment krijg je gewoon een brief binnen. Volgens mij als je 18 jaar wordt, dan krijgt elke jongste en de oudste van een gezin krijgt een brief van dienstplicht. En ook die heb ik zelf ook. Dus mochten we in oorlog zijn, nou, misschien komen we daar elkaar weer tegen. Ja, wie weet, man. Je weet het, ik weet niet waar de wereld tegenwoordig naartoe gaat, natuurlijk. Hè. Daar valt ook weer heel veel over te discussiëren. Ik denk dat we dat misschien maar voor een andere podcast moeten houden. Maar ja, er valt genoeg over te vertellen over de situatie waarin de wereld zich bevindt nu. Dus wie weet, vinden we elkaar nog sneller op de frontlinie als dat we gehoopt hebben.
Ja, waarschijnlijk wel. Dan zitten we hier morgenochtend nog. Who knows, man. Who knows. Of juist niet meer. Oké, dus je had het net over voetbal. We merken dus dat voetbal een beetje een groot punt van je leven werd. Hoe is dat een beetje ontstaan? Wat vind je nou zo geweldig aan voetbal? En ja, vertel daar wat meer over. Ja, wat niet, man. Ik denk oprecht dat de sport heel veel aspecten bevat ook van het leven. Een stukje samenwerken natuurlijk, individueel presteren. Maar buiten samenwerken komt bij een team natuurlijk heel veel meer kijken. Hè? Hoe gedraag je als individu daarin? Hoe verhoudt zo'n kleedkamer zich? Ja, die nieuwsgierigheid die begon bij mij vroeger op een hele, hele aparte manier eigenlijk, man. Want ik begon vroeger met... ik wilde karate gaan doen. Nou goed, toen werd ik op een... ik werd op een dojo gedropt in Amsterdam. Mm-hmm. Nou, toen werd mij verteld van ja, oké, long story short, we hebben op dit moment geen plekken bij karate, dus gaan we taekwondo doen. Nou, ik zat daar bij die dojo in Amsterdam. Nou, dat was allemaal nog wel prima. Ik had het daar ook ontzettend naar mijn zin. Maar op een gegeven moment moest ik van dojo wisselen, omdat ik gewoon niet iedere keer meer naar Amsterdam kon. Dat werd gewoon te last. Dus, geswitcht. En dat was nog in een tijd overigens dat ik nog niet in Eindhoven woonde, maar in Almere met mijn moeder. Mm-hmm. En dus iets dichter bij huis naar een sportschooltje gegaan. Maar daar deden we dus iedere keer als een soort warming-up, gingen we voetballen. En op een gegeven moment, tot op een punt dat ik... we gingen een keertje niet voetballen. En toen ging ik naar die leraar toe. Naar die sensei, als het ware. En ik zeg, waarom gaan we vandaag niet voetballen als warming-up? En... toen begon hij te lachen. En die kijkt me aan. Die zegt, ja, maar als je dat zo leuk vindt, denk je dan niet dat je beter kan voetballen in plaats van dat je vechtsport gaat doen? Weet je wel? En ik keek hem aan. En ja, goed, mijn moeder die heeft dus nog tot op de dag van vandaag, heeft ze, ja, tot op de dag van vandaag wordt het een beetje lastig. Maar tot aan het moment dat ze dus weg is gegaan van ons, die heeft het altijd gezegd. Ik heb op het moment dat die... die sensei dat tegen mij vertelde, dat ook een optie was, zeg maar. Die zag mijn ogen openspringen en die had zoiets van, ja, nee, ja, die zit op de verkeerde sport, weet je wel. En ja, vanaf toen is het begonnen en voetbalwedstrijden kijken. En, toen ik een jaar of 8 was, had je dan dat Nederlands elftal, wat op het WK in 98 toen de tijd zeer goed presteerde, kwart, halve finale gehad, 1-2. 2 jaar later had je dan natuurlijk het EK in zowel Nederland als België. Ja, ook met een heel erg goed elftal van Nederland zelf, dat was natuurlijk heel erg spijtig geëindigd was toen qua resultaat met die penalties tegen de Italianen. Waarbij je ook nog eens 2 penalties mist in de 90 minuten, maar goed. Nederlanders en penalties nemen, dat is überhaupt alweer iets. zo begon dat, toen ik echt gewoon een jong was. En ja, dat je dan inderdaad, als je bijna 10 wordt, dat er dan een EK in eigen land gespeeld wordt natuurlijk. Ja, dat maakt natuurlijk dan op een jong kind, die gepassioneerd is van zo'n sport, heel veel indruk. Mm-hmm. Ja, kijk, dan zal je sensei wel gedacht hebben van... ja, die zien we dus nooit meer terug. Ja, nee, inderdaad. En dat was ook zo. Want ik kwam daarna ook gewoon niet meer terug. Ik ben gewoon... toen ben ik inderdaad naar een voetbalclub gegaan. Dus vlak daarna zijn we dus toen verhuisd van Almere naar Veldhoven toe. Ja, en toen ben ik ook meteen bij een voetbalclub gedropt. En toen was ik een jaar of... ja, wat zou ik zijn? 8, 9. Toen begon ik. En hoe lang heb je toch nog wel gevoetbald? Uiteindelijk totdat ik 22, 23, zoiets. Zoiets. Dus ik ben nu een jaartje of 9 gestopt qua echt voetballen. Qua regulier, laat ik het zo zeggen. Hier in Portugal voetballen we af en toe nog met vrienden. En gewoon echt huren we af en toe een veldje. En dat is zeker nog super tof om te doen. Maar ja, nu 9 jaar niet meer echt vast of... En het is nooit een
een bepaalde ambitie geweest om dat door te blijven doen? Of was je gewoon te druk voor het werk en et cetera? Nee, ik heb het heel lang gedaan. Ik heb ook echt wel talenten gehad. Ik ben vroeger, daar hebben we het natuurlijk nu dan ook inderdaad even over. Ik ben 3 keer gescout geweest. Door NAC, Helmond Sport en FC Eindhoven. Of direct door hun of via tussenpersoon benaderd, et cetera, et cetera. Maar ja, gewoon wat dat betreft veel ongeluk gehad. Blessures gehad, enkel gebroken, kruisband afgescheurd. Daar ga ik in latere podcast zeker nog wel wat meer over vertellen. Hoe dat dan allemaal tot stand is gekomen waarschijnlijk. Mm-hmm. En dat soort stuff. Maar goed. Als je inderdaad op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd komt. 16, 17. Je wil aanhaken op dat niveau. En dan loop je tegen dergelijke blessures aan. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon killing. Dat is gewoon echt killing. En daarin moet je ook een beetje geluk hebben. Kijk, ik denk dat er heel veel komt er natuurlijk aan, hè, op een stukje allereerst een stukje talent. Mm-hmm. Dan komt er daarbovenop, om het in die industrie te maken, komt daar in mijn optiek ook een stukje geluk bij kijken. Dat de samenloop van omstandigheden die moet goed zijn. Mm-hmm. Ja, besturen vrij blijven, dat scheelt een hele hoop bijvoorbeeld. Maar ja, goed, toen raakte ik dus meerdere malen langdurig geblesseerd ook. En ja, dan ben je op een leeftijd, een jonge leeftijd, dat er ook heel veel verleidingen buiten het voetbal heel interessant worden. Ja, en dan, zoals mijn stiefvader het altijd heel mooi omschreef, ja, dan zijn er sterke benen die de wilde kunnen dragen. En die daarmee om kunnen gaan. En ja, spijtig genoeg is dat hem niet geworden, maar het heeft me... Alles wat ik in die periode ook als voetballer heb meegemaakt. En waar ik doorheen ben gegaan, zeg maar, mentaal gezien. En ja, dat heeft mij wel gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Mm-hmm. En daarin trek ik ook heel veel parallellen vaak met het voetbalveld, met de kleedkamer. Mm-hmm. Met, ja, omdat je gewoon ook op zakelijk gebied nu natuurlijk tegenwoordig. Je ziet daarin gewoon heel veel dingen terug. Ja, kijk, en het is natuurlijk ook een echte topsport. Het is niet zomaar even een voetbaltje doen, het is echt topsporten. En dat is dan wel een hoop verschil tussen normaal naar de sportschool toe gaan mezelf. Ja, klopt. Je kan je dan ook inderdaad, je kan er de vraagtekens bij zetten of het daadwerkelijk wel gezond is. Ik denk oprecht dat sport gezond is, maar dat topsport dat zeker niet altijd hoeft te zijn. Nee, uiteindelijk moet toch wel het lichaam echt het uiterste van vragen. En ja, en dat moet ik niet aan mijn lichaam van vragen. Ja, sowieso misschien niet aan iedereen, hoor. Nee, maar oprecht aan mij tegenwoordig ook niet meer. Ondertussen ben je alleen een 30, hè? Dat komt met zijn gebreken. Ja, rugkwaaltjes en zo. Ja. Je hebt denk ik ook wel een beetje uit die periode te danken. Ik zie het veel mensen gebeuren om me heen. Dus ik ben bang over 3-4 jaar. Dat het mij ook overkomt. Maar je bent dus 3 keer gescout eigenlijk. Nou, dus je was eigenlijk wel een beetje op weg naar een professioneel level. Neem ik aan. Als dat doorging. Ik kon aardig mee inderdaad, ja. Dat begon toen ik 9 was. Mm-hmm. Ja, of 9 of 10. Een van die twee. Moet je even... Ja, de jaren durf ik niet 100% meer te zeggen. Het is alweer een tijdje terug. Ja, precies. Ja, en toen werden wij als teampje, zeg maar, van die ploeg waar ik speelde dan in Veldhoven. Daar werden een x-aantal jongens van uitgepikt. Die dan een keer een wedstrijd mee mochten spelen op de hertgang. Op het trainingscomplex bij PSV. Om dan dus inderdaad te kijken of dat je daarop mee kon. Nou goed, ik ga heel eerlijk met je zijn. Allereerst speelde ik met mijn linkerbeen, ik was linksbenig. Werd ik daar op rechts mid gezet. Nou, ik had nog nooit van mijn langzaamse leven en daarna ook echt nooit meer. Had ik op rechts gespeeld, op rechts half in ieder geval. Ik heb later wel nog op rechts buiten gespeeld. Dat toen de trendy werd nadat Arjen Robben altijd met links naar binnen kwam, heb ik ook wel op rechts buiten gespeeld. Maar ik werd op rechts mid gezet. Nou, ik wist absoluut niet wat ik daar moest doen. Ik heb ook de meest beroerde wedstrijd, denk ik, gespeeld die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Daar heb ik geen bal op aangeraakt. Want je speelt dan natuurlijk ook met allemaal jongens die denken,
ja, we staan nu bij PSV, nu moet ik me laten zien. Dus iedereen die een bal kreeg, die ging ook echt van allerlei dingen zelf doen en dribbelen. En ja, goed, dat was afgesloten hoofdstuk meteen toen. Maar ja, daarna dus nog wel bij een paar clubs langs geweest. In Noord-Brabant-regio natuurlijk dan dus. En daar inderdaad oefenstages gehad. Op beloftewedstrijden meegespeeld. Toernooitjes meegespeeld. Jeugdtoernooitjes meegespeeld. Maar ja, goed. Zoals ik zeg dus inderdaad op een gegeven moment enkel, knie. Ja, dat zijn als voetballer denk ik toch wel essentiële onderdelen van je lichaam. Een enkel of een knie. En als die niet meer mee willen werken, ja, dan houdt het een klein beetje op natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus je kreeg allemaal blessures. Nee, je zag het einde van je voetballeven raak al voorbij. Je hebt toch wel een groot deel van je leven geweest. Wat ging er toen door je heen? Van, wat moet ik nu met mijn leven? Wat ga ik nu doen? Ja, ik wist het niet. Geef het daar een beetje. Kijk, oprecht, op school ben ik nooit de makkelijkste geweest. En ik wist ook oprecht buiten dat ik iets in voetbal wilde gaan doen. Als ik geen voetballer kon worden. Wilde ik altijd wel iets in de voetballerij gaan doen. Nou, toen werd mij altijd gezegd dat ik daarvoor het CIO's had moeten afronden. En dat dat echt enkel en alleen kon met een HAVO-diploma. Nou, dat blijkt punt 1 achteraf natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar je kan je daar via een omweg echt ook nog wel op krijgen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat omdat ik dus inderdaad op school niet mijn best deed en echt gewoon voetballer wilde zijn en wilde worden. Mm-hmm. En ja, I put it all my eggs in that basket. Ja, is misschien ook niet de meest verstandige keus. Ik zal dat ook zeker, mocht ik ooit kinderen gaan krijgen, zou ik hen dat ook zeker ontraden om daar echt alles op te zetten. Maar ja, daardoor faalde ik school, dat werd hem ook niet. Dus ja, toen ik inderdaad als voetballer het ook niet maakte, ja, viel er wel echt een wereld voor mij aan duigen eigenlijk. En ik wist niet, ik heb zeker wel een klein jaar, 2 jaar nadat ik dus van de middelbare school ben afgeschopt, omdat dat hem niet werd, heb ik echt wel ook in een dal gezeten. Omdat ik gewoon echt niet wist wat ik moest gaan doen. Of wat dan ook. Kijk, heel veel profvoetballers zullen je vertellen dat ze dat hebben na hun carrière. Dat zij echt een periode ervaren. Dat zij, ondanks dat zij jarenlang geleefd hebben, wat misschien wel een droom is voor tientallen, honderdduizenden jeugdspelers op dit moment. Dat na hun carrière komen ze op een punt dat ze niet weten wat ze moeten gaan doen. Omdat ze, ja, weet je, dat stokt. En dat heb ik dus toen al gehad op die leeftijd. Dat ik, ja, dat viel voor mij weg. En ja, het is lastig om daar dan ook mee om te gaan met zo'n tegenslag. Mm-hmm. En wat heb je toen al precies gedaan? Ik neem aan dat je dan, ja, je moet, je gaat naar huis toe, je gaat zitten en dan moet je gaan nadenken, oké, wat ga ik eigenlijk met mijn leven wel doen? En het is altijd voetbal geweest, dus het is gewoon een blanco papiertje. Ja, kijk, de eerste keer dat je daar doorheen gaat, is natuurlijk als je de eerste echt zwaar blessure had. Dat was voor mij, was dat mijn enkel, die brak ik toen. Mm-hmm. Dat was al de eerste keer dat ik een paar maanden thuis zat, dat ik dan op een gegeven moment ook echt, je loopt met krukken natuurlijk, ingetaped, ingegipst enkel. Ja, dan loop je daar rond en ja, je weet het eigenlijk niet zo goed. Ja, goed, dat was enorm vervelend. Het was zwaar, was lastig. Maar goed, dat had je wel mentaal gezien. Maar als dan uiteindelijk dat echte punt komt van ja, tot hier en anders wil het lichaam gewoon niet meer. Mm-hmm. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Dan ga je andere passies zoeken. Ik ben toen, zeker in die periode, ben ik echt enorm veel uit geweest ook. Gewoon 3, 4, 5, 6 dagen in de week. I didn't give a damn. You know? Gewoon omdat ik echt, ik zocht afleiding. Ik zocht bezigheid. Ik zocht, ik zocht ook, ik denk een stukje aandacht. Want hè, je staat op een veld, daar staan wel mensen, je toe te juichen, noem maar op. En dat valt dan ook weg. Dat heb je dan ook niet meer. Dus ja, hoe ga je dat dan? Hoe vul je dat dan in? Ja, dat zijn allemaal wel dingen waar je vraagtekens achter zet natuurlijk.
Ik zeg ook zeker niet dat ik de makkelijkste ben geweest in die periode, want ik ben gewoon ook echt, echt wel stront eigenwijs geweest. Ja, wat uiteindelijk mijn redding is geweest en waardoor ik enigszins mijn andere passie heb kunnen vinden, ja, dat is voor mij geweest toen ik uiteindelijk in de verkoop terecht kwam en in verkoop kon werken. Ik werd op mijn 16e van de middelbare school afgestuurd. Toen heb ik dat nog 2 jaar weten te rekken, te overbruggen. Mm-hmm. Totdat je 18 bent, dat je eigenlijk van je leerplicht af bent. Ja, toen ben ik meteen in de verkoop gerold qua werk. Ja, en dat was voor mij wel een reddingsboei eigenlijk, mm-hmm. als het ware. Vanuit die donkere periode, ja. En dat was toch wel een totaal andere levensstijl, neem ik aan. Ja, absoluut, absoluut. Ik bedoel, waar je in eerste instantie 4, 5, 6 dagen op het trainingsveld staat, wedstrijden staat te voetballen. Op een gegeven moment viel dat weg. En sowieso viel dat al weg natuurlijk gedurende blessures. En soms tijdens mijn eerste blessure wist ik me daar nog wel redelijk overheen te zetten, omdat die periode relatief kort was. Maar zeker met die kruisband, dat heeft gewoon heel lang geduurd. En ja, ben ik uiteindelijk nog wel meer afleiding gaan zoeken dan daarvoor. Maar ja, als je dan helemaal moet stoppen, ja, dan helemaal change je levensstijl, want dat valt weg die 4, 5, 6 dagen. En ineens kom je thuis te zitten. Ja, wat ga je dan doen? Je gaat vrienden opzoeken, je gaat uit, je gaat een beetje op straat hangen, je bent jong, je gaat vervelend doen, weet je? Ja. Je ziet het ook in Nederland afgelopen jaar. Op het moment dat jij een massale lockdown aankondigt en ineens in de grootste steden breekt de pleuris uit, omdat de jeugd gewoon niet meer weet wat ze moeten doen. Nou, dan zeg ik niet dat je alles maar moet slopen wat je kan slopen natuurlijk. Maar ik kan maar dat stukje van niet weten waar naartoe. Of wat, ja, dat kan ik me wel voorstellen, zeg maar. Dat principe. Ja, dat stukje van, dat ze niet meer weten wat ze moeten doen en dan gaan ze dingen slopen. Ja, dat ken ik wel eigenlijk als de beste. Ik hoor het vaak genoeg hier. Zelfs ik daar gewoon thuis en zie op Facebook, oh, dit hebben ze weer gedaan. Ja, dat is een beetje minder. Maar ik zou ook niet zeggen dat ik niks gedaan heb. Weet je, kijk, wat wij bijvoorbeeld wel eens gedaan hebben, is dat je vanuit, oké, don't try this at home, guys. En misschien moeten we dit voor bepaalde kanalen misschien ook wel een beetje censoren of er tussenuit knippen of zo. Maar wat wij op een gegeven moment gedaan hebben, is dat je dan in zo'n stadbus, weet je. En toen heeft een van de jongens dat hamertje eruit getrokken, weet je wel. Die in die busjes op zitten, om die ruitjes in te tikken. Maar het zijn van die speciale hamertjes. Dat als je inderdaad ook echt op een ruitje tikt, dat hele ruit breekt natuurlijk meteen. En ging je uit. En neemt zo'n jongen, die neemt dan zo'n hamertje mee. Ja, die tikt dan op een van die ruitjes van zo'n bushokje bijvoorbeeld. Ja, dat hele bushokruitje, dat springt gewoon uit elkaar als het ware. Ja, dat zijn van die baldadige dingen dat, ja, op dit moment, nu ben ik 31, weet je, ga ik het ook niet meer doen. En denk je ook met je kop van, ja, wat bezielde je toen der tijd? Maar ja, dat zijn van die dingen, ja, je bent jong, je bent Achteraf heb je wel een beetje spijt van. Maar ja, hier bij de Dream Chaser podcast gaan we zelf niks knippen, plakken. Hier is alles clean content. Ja, nee, true. Dus true, dat. True. Weet je, ja, maar inderdaad, ik zou het niet, proberen. Consequenties zijn het leuk. Ja, weet je, ik ga hem ook wel gewoon droppen, maar gewoon, weet je. Als andere mensen hierop willen reageren, ja, laat gewoon in de comments weten wat is het gekste wat jij ooit gedaan hebt. Ik denk dat we allemaal jong geweest zijn, weet je. We zijn allemaal, denk ik, ook wel een beetje baldadig geweest. En het begint ooit een keertje met je eerste snoepjes stelen bij Kruidvat en het eindigt in dit soort dingen. Ja, weet je, als het niet erger wordt dan dat, dan valt het nog om eten. Ja, ik was 16, toen werd ik ook wel aangehouden door de eerste politie, hoor. Dus dat voor dronkenschap. Dus, wat is... Dan ga ik hem ook gewoon terugstellen ook. Wat is het ergste wat jij ooit gedaan hebt, waarvan je nu zegt van, dat had ik echt nooit moeten doen, man. Nou, heb ik niet zo'n gek leven als jou gehad, maar ik moet zeggen, Je moet je ook wel van goede huizen komen, denk ik. Ja, inderdaad. Dus alles wat ik ga noemen, dat is niet zo extreem als die, als, als, ja.
Wat heb ik het gekste gedaan? Ja, buiten alle drank dat ik gedronken heb. Verkleedparties als echt een horrorfiguur en door de stad heen lopen. Met, ook met die Assassin's Creed knopjes erop. Dus dat ik zo en dan scoorde twee mes uit. Nee, echt. Nee, daarbuiten heb ik niet zoveel geks gedaan eigenlijk. Oké. Dat is een beetje jammer, hè? Braaf Rikje. Nee, als ik de foto's vind, dan zal ik die naar je toe sturen. Die waren nog best wel goed. Maar ik denk dat iedereen toch wel een beetje op zit te wachten. Moeten mensen wel abonneren, toch? Mensen moeten geabonneerd zijn op een foto van Johan als Assassin's Creed. Vind ik wel terecht. Ja, kom het dan wel beloven als je die wil zien. Dan deel ik hem. In de Messenger. Ik denk dat iedereen toch wel een beetje wil weten van... Oké, je bent dagloos geweest. Hoe is dat nou eigenlijk ontstaan? Hoe kom je nou op dat punt? Ja, long story, maar ik zal hem natuurlijk enigszins in het kort proberen samen te vatten. Ik vertelde jullie al dat ik als jongen die dus inderdaad moest stoppen met voetbal, school niet afgemaakt, noem maar op. Op dat moment was ik dus inderdaad al niet de gemakkelijkste om te handelen. Nou, op een gegeven moment, na een wat langere periode nadat dat gebeurde, kreeg mijn moeder helaas te maken met kanker, met een hersen- en een longtumor. Nou, daar zijn wij een jaar heel dichtbij geweest, heel erg bovenop gezeten. Met mijn stiefvader, ikzelf, familieleden van mijn stiefvader, mijn opa. En hebben wij haar echt de beste zorg gegeven, als het ware, die we konden bieden. Maar uiteindelijk, ondanks dat zij zowel hersen- als longtumor dus inderdaad overwonnen had, als het ware, kreeg zij te maken met een dubbele longontsteking. Nou, als gevolg daarvan kon zij vervolgens niet gaan revalideren, want zij had gewoon simpelweg te weinig lucht toevoeren, om het zo maar even te omschrijven. Om dus inderdaad dat revalidatieproces in te gaan. En dus mocht ze niet gaan revalideren en moest teruggeplaatst worden naar het ziekenhuis. En toen heeft zij vervolgens die volgende ochtend heeft ze mijn opa ingelicht. En heeft zij gewoon tegen ons allemaal uiteindelijk dus gezegd van... jongens, sorry, maar het is niet dat ik niet meer wil. Maar ja, ik kan gewoon niet meer. Ik kan dit niet meer en dit is te veel. Nou, toen dat gebeurde... wat is denk ik de Nederlandse beste term om het te omschrijven... raakte ik denk ik enigszins van God los... En dat hele proces wat ik eerder omschreef als in niet de makkelijkste zijn, veel uitgaan, met dingen bezig zijn waar je gewoon simpelweg niet mee bezig kunt zijn. Laten we het zo maar even heel kort samenvatten wederom. Dan heb ik het over drugs, drankgebruik, noem maar op. Ja, ik was gewoon op dat moment niet meer te handelen, enkel en alleen voor mijn stiefvader. Die zelf natuurlijk op dat moment ook volop in zijn eigen rouwproces zat. Want hij had dat natuurlijk ook helemaal nog niet verwerkt. Datzelfde geldt voor alles en iedereen op dat moment. En toen dat niet meer werkte, toen heeft hij uiteindelijk gezegd van je moet er gewoon uit, klaar. Ik sliep op dat moment sowieso al vaker bij vrienden als dat ik thuis liep. Maar toen, de eerste paar dagen... Misschien zelfs wel weken bij vrienden is best prima. Maar dan kom je op een punt, op een gegeven moment, dat ik bijvoorbeeld een uitkering nodig had. En noem maar op. En schrijf je dan maar eens ergens in. Dat is natuurlijk een hele andere orde. En om een vaste woon- en verblijfplaats te hebben, althans op papier. En, dus dat werd een hele struggle. Dat ging uiteindelijk niet. En met als gevolg, dat wilde ik mijn shit op orde gaan krijgen. En echt zorgen dat ik inderdaad mijn uitkering kreeg, maar dat ook alles gewoon voor mezelf gewoon oké geregeld zou worden. Ja, moest ik me aangemelden bij de daklozenopvang in Eindhoven. Ja, dat heb ik toen met heel veel pijn en moeite en met hulp van mijn neef vanuit mijn stiefvaderskant, heb ik dat toen voor elkaar gekregen. Ja, en werd ik aangemeld bij de daklozenopvang. En dan begint het, man. Want dan kom je in een wereld terecht waar je... Ja, waar je als jongen van 22 jaar, 23 jaar niet in terecht wil komen. Ja, maar we weten, als we denken aan daklozen, dan weten we van, oké, in de winter is het koud.
Misschien is het nog lastig om eten te krijgen. Misschien mijn kleren. Wat nou als die kapot gaan? Als je geld niet hebt om nieuwe kleren te kopen. Maar we hebben toch wel een gevoel dat er veel meer is dan dat. En hoe is het nou echt de ergste ervaring om dakloos te zijn? Ja, het eerste moment, dat zal ik nooit meer vergeten. Ik liep toen... mijn neef die had me dus door dat proces heen gelood, aangemeld. We hebben dat adres gehaald en toen ben ik bij hem in de auto gestapt. Toen heeft hij mij naar de daklozenopvang gebracht in Eindhoven. Het Eindje heet dat. Dat zit onder een parkeergarage, weggemoffeld. In de zomer bloed en bloed heet natuurlijk, want dat zit onder zo'n parkeergarage. Ja, al die hitte, daar kan geen kant op. In de winter was het ook geen pretje, want je kon daar van 4 tot 9 moest je dan naar binnen, zeg maar. Maar was je eenmaal binnen, ja, dan kon je er ook niet meer, na 9 uur kon je er ook niet meer uit. Maar er was ook geen ruimte om echt te luchten of zo, dus iedereen zat daar binnen te roken, te doen. En ja, er was één muffe bende natuurlijk daar. Nou. Daar. Ja, je komt daar ook echt mensen tegen en figuren tegen, dat je echt bij jezelf denkt van, ja, wat moet ik hiermee, weet je? Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je ook, en dat weet ik wel nog, dat is echt een eye-opener geweest. Op een gegeven moment zat ik daar in die opvang, kijk eens een keer om je heen, en je ziet wel echt dat het kan iedereen overkomen. Alle type mensen, alle type... Ik zal vroeger niet ontkennen dat ik ook misschien wel neerwaardig gekeken heb naar inderdaad thuisloze personen, om het zo maar te noemen. Maar als je daar eenmaal geweest bent en je ziet van op wat voor manier het inderdaad iedereen kan overkomen, indien bepaalde samenloop van omstandigheden voor een persoon gewoon simpelweg niet gunstig genoeg zijn. Ja, dat schrikt wel. En ja, hoe is het dan? Ja, dat is heel lastig te zeggen, man. Ik had in eerste instantie geen dagbesteding. Maar je wordt 's ochtends wel om 8 uur buiten geschopt. En je mag dus inderdaad, hè, 's middags pas om 4 uur, 's middags kan je pas weer terug. Tja, wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen in die periode? Zeg het maar. Ja. Maar hoe ga je... Je wordt 's ochtends 8 uur. Dat is het moment dat je naar buiten moet. Tussen 8 en 8:30, basically. En dan sluit gewoon echt die deur. Ja, dan sta je buiten met je kleren die je net aangetrokken hebt. Misschien heb je daar bij de dakloze opvang een douche gehad. Je kan daar wat brood meenemen bij de dakloze opvang. Dan vertel ik je zo meteen wel weer dat op het moment dat je er 's avonds terugkomt, kan je daar ook brood eten. En niet te vergeten soep. Maar het is wel brood en soep. Meer niet, hè? Mm. Ze noemen het ook bed, bad, brood. En dat is het ook, weet je. Meer dan soep en brood hoef je echt niet te verwachten om jezelf in leven te houden. Heb je een klein beetje geluk, dan komt de leger des hels eens in de zoveel tijd langs. En met een beetje mazzel, dan kan je echt een klein beetje echte maaltijd krijgen. Daarover was bijvoorbeeld van de lunch. Ik ben ook wel regelmatig gewoon bij het leger des hels gaan lunchen en dergelijke. Ook daar regelmatig naartoe gegaan om bijvoorbeeld een beetje te poelen, tijdverdrijf te hebben. Ja, weet je, dagen duren heel, heel, heel lang op dat moment, kan ik je vertellen. Ja, kijk, dat je dan, als je eenmaal dakloos bent, dan alsnog brood en soep. Het is natuurlijk beter dan niks. Nee, absoluut, absoluut, tuurlijk. Kijk, en ik zal ook zeker niet klagen, maar ik bedoel het meer onder de mom van... Ja, kijk, je hebt dus inderdaad je brood, dat kan je dan meenemen. Maar ja, 's ochtends om 8 uur, 8:30, sluit die tent. Ja, en moet je tot 4 uur, moet je jezelf maar gaan zien te vermaken. Kijk, en op den duur, toen mijn uitkering en dergelijke een beetje geregeld was, toen kreeg ik wel dagbesteding en dan moet je inderdaad gaan werken. Maar ja, dan sta je werk te doen, ja, to be honest... Word je ook een beetje horendol van iedere dag een beetje hetzelfde te doen. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld hetzelfde werk continu productiewerk in een fabriek doen, et cetera. Voor mij is productiewerk gewoon niet geschikt. Weet je, ik raak heel snel verveeld. Ik vertelde net ook, ik ben heel nieuwsgierig, noem maar op.
na drie keer hetzelfde boutje gezien te hebben, heb ik drie keer hetzelfde boutje gezien, weet je, dan. Maar dat was op dat moment dan nog wel enigszins wat beter, want ik had tenminste wel wat te doen en wat interactie en ja, noem maar op, snap je? Dus dat scheelt. Ja, inderdaad. Nog. Inderdaad, ja. Kijk, uiteindelijk kom je daaruit. Hoe ben je nou precies eruit gekomen en hoe voelde dat? Van, hé, ik heb weer een thuis. Ik kan, ja. We kunnen weer een normale maaltijd eten elke dag. Ja, long story short, hoe het, kijk, natuurlijk zit er nog wel veel meer achter, hè. En ik zal er ongetwijfeld nog wel heel veel meer over vertellen ook, hoe bepaalde dingen tot stand zijn gekomen, waarom ik een bepaalde beslissing gemaakt heb, op welk moment, et cetera, et cetera. Maar op een gegeven moment, ik zat dus met een andere jonge jongen een tijdje lang vast in dezelfde dakloze opvang. Maar daarin had je ook verschillende gradaties. En wij werden allebei niet doorgestuurd. En tot op de dag van vandaag, luister heel goed wat ik nu ga zeggen. Je had daar twee verschillende niveaus, zeg maar. Nadat we bij die opvang geweest waren die onder die garage zat, werden we doorgestuurd naar een betere opvang waar wat meer, waar beperkter plek was. Maar, hè, dat was wat kleiner, wat beter geregeld. Je had iets meer vrijheid ook wel. Maar daarin had jij op dat niveau had je ook weer verschillende gradaties. En ook met betrekking tot begeleiding en hoe snel ze jou konden doorzetten, bijvoorbeeld naar een eigen woning en al dat soort zaken. En nu wilde het zo dat die andere jongen en ik allebei niet doorgestuurd werden naar dat volgende niveau, vanwege de reden dat we te zelfstandig waren. Oftewel, en ik weet precies waar dit mee te maken heeft natuurlijk. Hè. Dit is natuurlijk een soort organisatie die samenwerkt natuurlijk met de gemeente. Mm-hmm. Die op die manier dus ook inderdaad bepaalde subsidies krijgen, noem maar op. En to be honest, des te langer zij jou daar in die woning kunnen houden, ja, des te meer zij eigenlijk aan jou kunnen verdienen, over jouw rug kunnen verdienen, als het ware. Er zit natuurlijk een heel verhaal achter hoe dat precies in elkaar steekt en noem maar op. Maar follow the money, bro. Snap je? Dat is natuurlijk met alles zo, follow the money. En wij werden dus simpelweg niet doorgestuurd naar het volgende niveau, omdat wij te zelfstandig waren en de kans bestond gewoon dat wij binnen anderhalf, twee maanden, drie maanden, misschien wel inderdaad zelf al zonder hun hulp een plekje gevonden hadden of wat dan ook, als ze ons daar wel hadden doorgestuurd naar dat. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet daar gewoon een half jaar, zoiets, moet je daar zitten. Dan heb je die sweet spot bereikt, hebben zij voldoende geld bij jou verdiend en dan kunnen zij kijken of ze jou met een urgentieplek of wat dan ook ergens onder kunnen brengen. Dat is natuurlijk de hele gedachtegang die erachter zit. Mm-hmm. Nou ja, goed. En toen bleven wij dus vastzitten op dat eerste leveltje. En toen werd er zelfs op een gegeven moment denk ik ons gezegd dat we weer terug moesten naar die plek onder de garage. Nou, dat had dan vanaf de volgende dag geweest. En ik weet nog dondersgoed wat er toen gebeurde. We hebben met z'n allen hebben we toen bij die opvang hebben we wat gegeten. Daar had je wel wat meer echte voeding en zo. Dus, hè? Magnetron maaltijden althans. Maar goed, hè, vergeleken met soep was een magnetron maaltijd iedere avond was een feest natuurlijk, hè? Dat snap je ja, wel. Ja, tuurlijk. Snap je, ja, logisch. Ik geniet er nog steeds af en toe van. Ja, en wij dus inderdaad gegeten. En op een gegeven moment, we zaten daar weer met z'n allen in dat kleine kamertje, huiskamertje wat je daar had, zaten we te roken. En we zaten weer een of ander onzin programma te kijken. En daar werd op een gegeven moment weer ruzie over gemaakt, want op een ander kanaal was... Op een ander kanaal was wat anders en iemand wilde dat kijken. En ja, er werd ruzie gemaakt om die afstandsbediening. En toen keek ik die andere gozer aan. Ik zal qua naam en dat soort dingen zou ik eventjes geen naam noemen. Want ik weet dus niet of hij hier openlijk over spreekt. Of dat hij weet, of dat er mensen uit zijn omgeving zijn die weten dat hij hier in zo'n opvang gezeten heeft. Dus ik zal namen en dergelijke even achterwege laten. Maar ik keek die jongen aan en ik zeg, ja, luister. Op dit moment is mijn vrijheid mij meer waard dan mijn bed, bad en brood
Het was enigszins rond, ja, net voor de zomer, mei of zo ongeveer. En dus een oké-ish temperaturen al voor een zweetperiode in Nederland. En ik kijk, jongen, ik zeg, luister, ik zeg, moet hier weg. Ik zeg, ik ga mijn koffer pakken met al mijn spullen. Ik zeg, als je wil, kan je met me mee. Ik zeg, maar ik ga het wel op mijn eigen manier doen. Ik zeg, want dit heeft geen zin. Ik zeg, en ik doe iedere dag precies hetzelfde riedeltje. Ik zeg, en ze gaan me hier niet helpen. Ik zeg, omdat ik te zelfstandig ben. Ik zeg, ja, dan kan ik het ook maar beter zelfstandig gaan oplossen. Toen hebben wij de eerste keer zijn we naar een plekje gegaan. Weet ik nog heel goed. Waar we konden schuilen, want we waren net die daklozen op vooruit gelopen. Toen begonnen we heel ironisch heel zachtjes te miezeren. Weet je wel? Maar ah, echt gewoon van die vervelende miezer ook. Echt dat je echt kletsnat zou worden. Dus toen zijn we naar een plek gegaan, vlak achter een ROC-college, waar hij gezeten had. En daar hadden ze die fietsen ook, zo'n houten fietsen ook, met een afdakje. Want in die hoek hadden ze dan net niet genoeg fietsenrekken, zeg maar. Dus die hoek die was leeg aan beide kanten. Dan konden we precies zo in het hoekje, onder de fietsenhoek, die konden we schuilen. Was windstil ook, dus dat was voor die eerste avond best prima. Dat was stap 1. We hadden onze spullen daar gedropt. Nadat we onze spullen gedropt hadden daar, dachten we wel van, nou ja, oké, weet je wat, dan gaan we nu ook het volgende doen. Dan gaan we eerst even de stad in. Dan gaan we kijken of er misschien wat toeristen verdwaald rondlopen bij een coffeeshop, want die mochten de coffeeshop in de tijd niet in. Ja, als wij het dan voor elkaar wisten te krijgen om dat wel voor hun te doen, dan konden wij daar een mooi bedrag voor vragen aan die toerist. Dan hadden we in ieder geval het geld in onze zak om, hè, volgende dag misschien wat eten te halen of te kijken of we dus inderdaad misschien zelf ook nog wel wat sigaretten konden halen en al dat soort dingen. Want ja, hè, je probeerde natuurlijk wel gewoon in je eigen behoeften te voorzien. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk, en dit is echt, ja, dit zegt voldoende ook over ons doorzettingsvermogen die we gehad hebben en zo, noem maar op, met z'n tweeën. Uiteindelijk heeft die situatie dus van tussen die opvang en onze eigen kamer / woning, heeft 2 nachten geduurd. 2 nachten. Wij kwamen regelmatig met z'n tweeën bij de moskee ook in Eindhoven. En toen hebben wij gewoon daar heel veel mensen rondgevraagd wie in een netwerk een kamer had, een whatever had. En gewoon heel duidelijk ook onze situatie uitgelegd. We zijn met z'n tweeën, we moeten gewoon allebei een kamer hebben. En het liefst bij elkaar in een en dezelfde woning. Maar goed, als het niet mogelijk is, ook prima. Ik zeg, op dit moment is er gewoon niet tot nauwelijks geld. Zeg maar, als wij een kamer hebben met een inschrijfadres, ik zeg, dan gaat ook meteen onze uitkering omhoog. Plus, dan ontvangen wij onze uitkering niet meer wekelijks, maar gewoon maandelijks. En dan zouden we dus wel gewoon ook fatsoenlijk dingen kunnen regelen met de huur, et cetera. We moeten gewoon nu letterlijk, om uit deze cirkel te komen, iemand hebben die ons een adres geeft. Als we een adres hebben, en dat was het hem ook, hè. Het maakte ons ook nog niet eens meer uit op dat moment. Of wij ook daadwerkelijk een adres hadden en dat wij daar ook konden slapen of niet. Want we wisten, als we een adres hadden, ja, dan was een stap naar een kamer. Dan had dan misschien die 2 dagen geduurd, hè. Wat dan nu toevallig wel zo was, want die man die ons een adres bood, die had ook een kamer. Maar dan had dat proces misschien een maand geduurd. Maar dan hadden we dus een adres, dan hadden we een eerste maandelijkse uitkering. Ja, dan hadden we wel wat kunnen regelen vanzelf. Maar uiteindelijk heeft het dus maar 2 nachten geduurd dat we echt dakloos waren. Echt dakloos waren. Want als je uit een dakloze opvang stapt, ja, ik denk dat je niet veel daklozer kan raken dan dat, zeg maar. Inderdaad, dus je hebt echt wel een dieptepunt bereikt. En toch met 2 nachten. Al als ik een beetje omheen kijk, er zijn sommige echt maanden, soms tot jaren bezig om echt iets moois te krijgen. Kijk, tuurlijk, je praat wel over een duurdere prijs. Maar ook voor om een goed appartement om te studeren. Daar zijn ze gewoon maandenlang mee bezig. Terwijl ze gewoon makkelijke geld voor hebben. Klopt. Dus dat jij 2 nachten over gedaan hebt. Nou, ja, ik heb het vraag nemen. Uiteindelijk hebben we het heel creatief opgelost. Want uiteindelijk hebben Jong en ik dus gewoon dezelfde kamer aangenomen. En we zijn dus ook gewoon in het begin met z'n tweeën op die kamer blijven slapen.
En dat was gewoon ook maar één kamer in een huis met de gedeelde faciliteiten met nog 6 anderen of zo. Ja, weet je, het was thuis. Het was ons plekje. Het had een dak. Het had een bed. Ja, weet je. Een bed was sowieso al heel geweldig nadat je een lang bij die dakloze opvang bijvoorbeeld waar we eerst zaten, die dus onder die garage zit. En daar had je ook echt, daar sliep je op stretchers en zo, man. Was terrible. Nou, dit kan misschien een onpopulaire mening zijn, maar als ik zelf ga vissen, dan slaap ik ook op een stretcher. En soms slaap ik nog lekkerder dan mijn eigen bed. Maar ja, ik heb een iets duurdere stretcher, dus dat zal waarschijnlijk zijn. Ik denk dat dit een combinatie was. Het was nog net geen hangmatje, zeg maar. Mijn kleine pootje, dat het een wonder blijft, dat die rechtop bleef. Ja, en überhaupt dat hij niet geduurd had in de nacht op het moment dat je een keertje omdraaide, in elkaar klapte of zo, weet je, met jou ertussen. Je was er wel iedere keer bang voor. Was je wel lekker of te blij? Toen we inderdaad een eigen kamertje hadden met daarop een matras en een kussen. Ja, bro, dat was hemels, man. Ja, en de eerste twee dagen ben ik ook niet van mijn bed afgekomen. Kijk, maar nu zijn we vele jaren verder. Blijkbaar denk je er nog wel eens aan. Maar spreek je ook nog wel eens een paar mensen daarvan? Die periode? Ja? Nee, nu niet meer. Ik heb wel, toen ik uit die periode kwam, nog een tijdje wel contact gehouden met een aantal mensen die ik vanuit daar kende, zeg maar. Maar je komt er ook wel heel gauw achter dat op het moment dat jij bepaalde keuzes maakt voor jezelf en om echt een toekomst te bouwen, ja, dat toch wel ook een gap creëert op een gegeven moment tussen bepaalde mensen. Omdat er gewoon, ondanks dat er hele goede mensen tussen zitten hoor, maar er zitten er ook gewoon heel veel tussen die gewoon echt verkeerde keuzes maken. En daardoor zichzelf blokkeren, keer op keer in een situatie terechtkomen waarin ze... Ik geloof dat er psychologisch bestaat er ook zoiets als aangeleerde hulpeloosheid. Hè? Wat simpelweg wil zeggen dat je... maar goed, ik denk dat je dat beter aan een psycholoog kan overlaten om echt daadwerkelijk goed uit te leggen. Maar het houdt uiteindelijk gewoon simpelweg in dat jij jezelf hulpeloos voelt en daardoor dus ook hulpeloos gedraagt. Maar dat het eigenlijk gewoon aangeleerd gedrag is. En dat je jezelf in bepaalde situaties dus inderdaad niet verantwoordelijk genoeg gedraagt als het ware om dus inderdaad bepaalde stappen voor jezelf te zetten. Ja, dan kan ik het heel goed begrijpen dat het voor hun heel moeilijk is om uit zo'n situatie te komen. Want ja, je blijft steeds meer terugkomen in hetzelfde patroon eigenlijk. Slechte keuzes maken en je blijft er een beetje zitten. Klopt. Ja, en jullie zijn stelstandigheid heeft dan jullie wel een beetje een voordeel gegeven. Ja, absoluut. Ik ben er ook echt van overtuigd dat ik misschien zelfs wel in diezelfde trendmode terecht was gekomen als ik niet op dat moment de beslissing had gemaakt om voor mezelf echt daaruit te stappen. Ik moest gewoon echt radicaal, bij mij moest het echt gewoon radicaal om. En ik wist gewoon dat als dat niet radicaal zou gebeuren, dat heel moeizaam zou worden om daar nog een uitweg in te vinden, als het ware. En dan... Zonder daarbij, want ik denk dat wel belangrijk is om erbij te noemen, zonder daarbij mijn eigen identiteit ook te verloochenen. Want moest ik mezelf dan maar minder zelfstandig gaan gedragen om dan wel bij die andere opvang te komen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Want dat gaat natuurlijk wel door je heen. Hè? Want je krijgt te horen van ja, je bent te zelfstandig, dus je kan daar niet naartoe. Ja, dan zit jij, dat gaat 2 weken door je heen. Want ik mocht nog 2 weken daar wel op die plek blijven slapen, zeg maar. Dus dat was nog wel even chill. Maar ja, daarna moest ik wel weer terug. En dan gaat er in die 2 weken wel enorm veel door je heen. Van ja, moet ik dan maar... zelfstandig zijn, moet ik dan maar keuzes maken om ook maar gewoon mijn handje op te houden en te laten zien van ja, oké, ik loop in het gareel en ik wil het op die manier doen. Ja, nee, dat was het voor mij niet. Mezelf kennende zou ik uit boosheid wel
dan op een gegeven moment zeggen van ja, best, dan steek ik ook mijn hand op en dan ga ik ook maar overal tegenaan trappen. Maar dat zou een week zijn. Ja. Op een gegeven moment denk ik ook van ja, ik heb hier geen zin meer om te blijven. En dan ga je gewoon kijken, wat zijn mijn opties? Klopt. Ja, maar het past gewoon niet bij je, weet je. Dat is gewoon geen onderdeel van hoe je bent of hoe je tegen dingen aankijkt. En mm-hmm. Ja, dat dus. En nu ben je ondertussen 31. Met de kennis van vandaag die je nu hebt, wat zou je dan anders gedaan hebben? Veel man, veel. Ik zou allereerst, en ik wil dit wel echt meegeven, ook aan alle jonge kinderen die straks eventueel mogen kijken. Jongens van inderdaad, hè, die nu begin tienerjaren, mid tienerjaren zitten. Ondanks dat, zelfs als er is school niet je ding, man. Blijf die focus daar houden. Mm-hmm. Zorg dat je in ieder geval dat papiertje op je naam kan zetten. Want uiteindelijk, en dat is heel vervelend, maar die wereld, die buitenwereld, die boze buitenwereld, die kijkt daar gewoon simpelweg naar. Snap je? Die kijkt gewoon naar die papiertjes. En zoals ik nu, daar komen we straks nog wel op, waarom ik nu dan wel bij bedrijven binnenkom. Maar dat heeft gewoon simpelweg een stukje ervaring te maken met tillen. Maar ik heb daar wel drie keer zo hard voor moeten werken als iemand die wel dat papiertje gehad heeft. En daarbovenop, sowieso zou ik me denk ik wel een heel stuk rustiger gedragen hebben als ik weet hoe lang het leven. Weet je, nu, ik was toen 16, 17, 18 toen ik die blessures kreeg en dergelijke. Maar toen mijn moeder verloor was ik net 22, weet je. Dus ik ben heel erg roekeloos geweest. En als ik nu terugkijk, haal adem, bro, man. Haal adem, tel tot 10. Stay positive. Life's good for you, man. Maar als jij continu negatief tegen bepaalde dingen aankijkt, negatief naar de wereld kijkt, ja, die reflectie die je terug gaat krijgen, dat is een mirror, snap je? Het is een spiegel die continu terugkomt. En nu ik veel positiever zelf ben, komt er ook veel meer positiviteit op mijn pad, man. En dat is denk ik wel het gouden tipje wat ik voor iedereen wil meegeven. Hou die focus. Life is long. Doe gewoon wat je moet doen, maar doe het stap voor stap. Doe het stap voor stap. Niet alles hoeft vandaag of morgen opgelost te worden. Rome is ook niet in één dag gebouwd, al dat soort clichés, maar het is wel waar, man. Dat is waar. Behalve over de Rome gedeelte dan. Zelf moet ik ook zeggen dat ik, ja, kijk, natuurlijk is deze podcast over jou, maar ik wil een klein dingetje delen. Dat zelf ik ja, ook, ik heb ook 7-6 dagen in de week eigenlijk. Maar de zaterdag die ging door naar de zondag, dus dat komt eigenlijk wel 7 dagen. Dat ik aan de fles zat en dat ik mijn hele verdiensten gingen naar de bar toe. Die kon ik beter zo overmaken in het begin van de week. En toen stond ik in Zwolle. Dan moest ik naar huis toe, dan moest ik mijn broer eigenlijk een berichtje sturen. Van, joh, kun je een tientje overmaken? Maar dan kon ik even mijn buspas upgraden. Ja, dan zit je met een tientje. Ja. En dan pakt hij ook nog iets op. Dus moest ik een half uur wachten, 3 bussen missen. Dan kan eigenlijk een tientje, dat ik op huis aan kan. Ja, dan begin je af te stellen van, ja, wat ben ik mee bezig? Ja, maak je dan nog wel de juiste keuzes, weet je? Ja, precies. Kijk, ik zeg heel eerlijk, toen ik op een gegeven moment hier in Portugal zat. Toen ik net hier was, dan kom je ook echt in een community die echt nog heel veel uitgaat. En noem maar op. En allemaal Nederlanders die natuurlijk hier in Portugal een soort tweede studentenleven CQ vakantielife uitvierig zijn. Ja, toen ging er ook wel een flink onderdeel. En dan praat ik over 25, 30, misschien zelfs wel 45% van mijn loon. Ik ging op een gegeven moment ook gewoon naar het barretje wat bij werk zat, weet je. En ja, je moet voor jezelf ook op een gegeven moment die keuzes gaan maken van ja, waar wil je zijn? Waar wil je naartoe? En als jij bepaalde doelstellingen en dromen hebt of wat dan ook, dan kan je maar beter de mensen die dat hebben gerealiseerd gaan kopiëren dan die mensen die continu maar bezig zijn, hè, met zowel klagen als drinken. Hè, en die willen dat dingen anders zouden zijn. Maar ondertussen daar geen actie toe zetten of weet je. Ik geloof dat Einstein was toch die dat ook zei. Van, it takes a... We kunnen... Even wat is het nou in het Nederlands? Van, ja, we kunnen wel iedere keer hetzelfde doen. Mm-hmm.
over en over, maar dat is... over en over, maar als je dan inderdaad een andere uitkomst verwacht, dan ben je een fool. Ja. En gek genoeg is... het is eigenlijk nooit bevestigd dat Einstein dat gezegd heeft. Want vaak dan willen ze slim klinken. Einstein heeft het gezegd. Maar ja, nog steeds laat dat niet weg. Dat natuurlijk de quote, die wordt ook veel in copywriting gebruikt van... Ja, let gewoon op wat er gebeurt en kijk er goed naar. En dan pas zeggen van, oké, dit moet er veranderen. En niet denken van, oh, dit ging niet goed. Druk op een knopje, gaat weer. Ja, 1+1=2. En hoe vaak je het intikt in een rekenmachine, dat blijft 2. Nee, klopt. Weet je, simpel voorbeeld. Echt heel simpel voorbeeld. Mm-hmm. Als jij, en dan heb ik eventjes over, als mijn allereerste baan bijvoorbeeld te pakken. Als door-to-door salesman, weet je. Als jij door-to-door sales wil doen en je wil daar succesvol in zijn. Dan kan je maar beter goed gaan kijken naar wie zijn de beste door-to-door salesmen. Waarom zijn ze zo succesvol? Weet je, dat soort stuff. Als dat je daar gewoon totaal geen aandacht en tijd en dat soort dingen aan spendt. Kijk, op het moment dat jij een bepaald droom, een bepaald doel hebt, als jij daar echt voor gaat, dan komt dat. Dan komt dat echt. Mm-hmm. Dan is dat geschreven voor je en dan kan je daar, op het moment dat het jouw tijd is, kan je dat grijpen. Ja, en dan wordt ook gewoon vaak gezegd van, als je kijkt naar iedereen, ook vooral online, die het daar heeft gemaakt, het enige verschil is dat hun nog niet opgegeven hebben. Dus zolang je niet opgeeft, faal je niet. En dat vind ik een hele mooie gezegde. Klopt. En Johan, ik heb het zelfs eerder vandaag in mijn coaching call, ik heb het ook op mijn tijdlijn gepost vandaag op Facebook. Mm-hmm. Ik had een coaching call vandaag met Anne. En daar ging het ook precies over ditzelfde concept. Van ja, maar wat is dan het verschil? Weet je? Ik zeg, luister. Ik zeg, om heel eerlijk te zijn. Ik zeg, als jij niet 1 keer vaker was opgestaan. Ik zeg, dan dat je gevallen was. Ik zeg, had jij nu nog steeds op handen en voeten gekropen. En dan laat ik, maar gewoon precies hetzelfde als nu. En dan laat ik heel even stilte vallen. En dan denk ik inderdaad, ik zag ook bij hem eventjes heel kort zo'n lampje branden. Ja, het is wel zo, man. Want inderdaad, ik ben 1 keer vaker opgestaan. Nu loop ik op 2 benen. Maar als ik dat niet gedaan had, als ik niet die 1 keer was opgestaan, dan had ik nu inderdaad nog steeds rondgekropen alsof je een baby was. En dat geldt met dit soort stuff ook. Gewoon doorgaan, doorpushen. En dan krijg je die stuff wel. Tuurlijk. Uiteindelijk is het toch een beetje hoe graag wil je het en ja. En alle stappen langzamerhand uitbrengen. Maar maar we hebben nog wel meerdere vragen. We moeten een beetje door, anders zitten ze hier... We moeten echt door, hè, want we zitten sowieso bijna op 1 uur, 10 minuten al. Maar kom. We moeten een beetje... Desnoods brengen we deze gewoon uit in 2 delen. Dat maakt me ook niet super veel uit, maar... Nee, maar we kunnen ook wel korter antwoorden dan. Je zit dus nu in Lissabon. Klopt, ja. Hoe is jouw situatie daar? En hoe ziet nou een dag voor jou eruit? Nu? Ja, nu. Of toen ik voor Facebook, Google werkte. Waar zoek je naar? Even in de kort voor je, hoe je toen voor Facebook werkte. Facebook en Google. Even in de kort. Stressvol, man. Stressvol. High-paced. Veel eisend van je ook. Omdat je gewoon met heel veel klanten op een dag spreekt. Heel veel verschillende complexe scenario's te bespreken hebt. Facebook, long story short. Ik heb customer support daar gedaan natuurlijk. En marketing expert. En daarna ben ik trainer voor hun geweest. Dus trainde ik de new hires die voor hun gingen werken als customer support agent of marketing expert. In die periode dat je natuurlijk zelf als customer support agent of als marketing expert daar werkt. Ja, je springt met zoveel verschillende type bedrijven op een dag. Dat eist veel van je om goede marketing ideeën te blijven geven. De oplossingen aan te reiken voor als ze echt met support vragen zaten. Dat soort dingen, dat is natuurlijk heel zwaar veel eisend werk. Google, same story. Je werkt met heel veel verschillende niche bedrijven in Nederland, België,
via vendor dan wel te verstaan. Want ik heb nooit direct voor Google gewerkt. Dat is wel belangrijk om erbij te melden. Maar echt inderdaad via de grootste partner die Google heeft. Met het aanhuren zeg maar, van hun accountmanagers. En ja, same story. Veel gesprek op een dag. Heel veel high-paced environment. Waarin je gewoon echt moet presteren. Anders lig je gewoon buiten. Dus ja, dat heeft me ook wel een veel betere marketeer gemaakt natuurlijk. Laat ik dat vooropstellen. Ja, en hoe ziet mijn dag er nu uit? Redelijk vrij, maar tegelijkertijd ook wel heel veel eisen natuurlijk. Ik ben natuurlijk met heel veel content bezig om anderen te inspireren, te motiveren. Daarnaast zijn we het membership volop aan het vullen met video's, met instructies, met SOP's, nou ja, noem maar op. Dus dat is hoe het er in het kort voor mij uitziet, man. En ja, voor de rest wel redelijk vrij, want ik kan gelukkig wel gewoon mijn hele dag inplannen op het moment zoals ik het zelf wil. En dat is natuurlijk wel gewoon echt... ook wel heel belangrijk. Ja, en ook echt wel een droom geweest, hoor. Want als je mij dat 10 jaar geleden tegen mij vertelt, dat toen ik in Nederland op straat leefde, dat ik 10 jaar later in Portugal zou zitten, gewoon mijn eigen dag kon plannen en gewoon echt als digital marketeer, wat ik toen natuurlijk al wel wilde zijn. Ja, dat ik dat uiteindelijk kon waarmaken. Ja, dat ik 10 jaar geleden had ik dat niet geloofd. En zou je denken dat die high-paced environment die je toen had, dat je dat wel een beetje meeneemt naar vandaag bijvoorbeeld? Dat je daar thuis zit van oké, ik moet presteren, ik moet dit doen, ik moet dat doen? Ja, sowieso wel. Kijk, ik heb dat eigenlijk altijd al wel gehad. Ik ben heel erg veel eisend van mezelf geweest, met alles al. En op het moment dat ik dan vervolgens ook erachter kom dat ik bepaalde dingen niet waar kan maken, dan vind ik dat ook wel heel erg moeilijk overigens om dat punt 1 voor mezelf te beamen. Maar punt 2 ook, om daar een weg in te vinden om het dan wel mogelijk te maken. Ik ben heel erg perfectionistisch ingesteld. En als het dan niet gaat zoals ik wil, dan vind ik dat toch wel heel erg vervelend. Mm-hmm. Dus die high-paced, dat zeker. Ik wil dat ook gewoon heel erg graag mee blijven nemen overigens. Dus ja, ik hou mezelf wel aan een hele hoge standaard. Dat wel. En niet alleen mezelf, maar ook de mensen met wie wij werken. Met de coaches met wie we werken. Met de studenten met wie we werken. Kijk, als je iets wil, moet je ervoor gaan. En als je dat niet doet, ja, weet je, dan vind ik het prima. Maar punt 1, dan heb je bij ons niks te zoeken. Mm-hmm. Maar misschien nog wel belangrijker, dan moet je misschien voor jezelf ook wel nagaan of alles wat jij zo hard van de toren roept dat je wil bereiken, of je dat wel echt daadwerkelijk zo graag en zo hard wil. Okay. Ja, precies. Ja, kijk, uiteindelijk moeten we wel een zelfreflectie hebben van oké, wat wil ik nu precies in het leven? En ja, daar heb ik vaak genoeg over nagedacht. Een Lamborghini, om eerlijk te zijn, niet. Nee. Op 1 willekeurige scenario. Het enige moment dat ik dat wil hebben, is dat ik echt om per geld had. Ik was single en ik moet een meisje ontmoeten. Ja, als je dan mee zegt, hey, ga je mee naar huis toe en je komt in Lamborghini, dat wou ik nog niet eens. Ik wou gewoon in een simpele Aygo, Yaris of wat dan ook oppakken. En pas een maand later zeg van, hey, we hebben nu eigenlijk een relatie. Ik ben eigenlijk niet daarom. En dan kom je aan met een Lamborghini. Alleen dat moment, 5 seconden later, hoeft er niet meer. Nee, klopt. En ik kan je ook 1 ding vertellen. Kijk, Lissabon is natuurlijk de stad van de 7 heuvels. Als je hier met een Lamborghini gaat rondrijden, dan weet ik wel bijna 100% zeker dat je de hele onderkant van die auto gewoon helemaal naar de galamise rijdt. Omdat gewoon al die weggetjes die lopen zo, weet je. Ja, maar ik zou het niet tegen de Vin Diesel zeggen van Fast and Furious, want die neemt gebruik van. Waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk. Dus oké, Lissabon, 90% van de dagen zijn lekker weer. Maar wanneer merk je nou het allereerste moment van succes? Denk je, ja, dit is het. Ja, toen ik hier uiteindelijk begon eigenlijk wel enigszins in 2019, nadat ik net weg was als trainer bij Facebook. Mm-hmm. Toen ben ik mijn eigen agency gestart. Dat ging in het begin prima. Ja, tot op een gegeven moment ergens... om even een heel short story te zeggen. En daar zijn natuurlijk ook weer heel veel theorieën over. Maar ik zal me even zo gekscherend kunnen zeggen op het moment dat ik het wil. Er was een of andere gozer in China. Die at vervolgens een vleermuis. En ja, wie kon mij toen vertellen dat 2019 de slechtste periode was om voor jezelf te starten. Dus
Eind 2019 trokken verschillende bedrijven zich al terug, omdat ze ook niet wisten of hun marketing budget nog wel goed te spenderen was, want ze wisten niet eens of hun pakketjes nog wel bij hun klanten aankwamen. Dus dat was een heel chaotisch jaar. Maar wel een jaar waarin ik voor mezelf echt tot bezinning kwam van, hey, de kwaliteiten waarover ik beschik en de knowledge die ik heb en ja, ik kan er echt anderen mee helpen. Weet je, dat begon wel toen, in 2019, dat was het eerste dat ik echt dacht, dit is altijd wat ik wilde zijn, wat ik wilde doen, waar ik naartoe wilde groeien. Ik wilde zelfs sustainable zijn voor mezelf, verantwoordelijk zijn voor mezelf, weet je. En ja, dat besefte dat kon en dat mogelijk was en dat zeker met die kennis die ik toen bij Facebook had opgedaan, ja, dat kwam toen tot uiting, zeg maar. Ja, we merkten ook wel echt in de marketingwereld, de online ondernemingwereld, dat de corona toch wel echt een impact heeft gehad. Voor eigenlijk, zo ik het ook een beetje zie, het is een beetje een wake-up call geweest voor elke offline onderneming van, joh, die kan niet meer, we moeten online, we moeten meer doen. Ook die restauranten, die gingen in één keer naar bezorgen doen, dat je online kunt bestellen. Ja, we moeten aanpassen. Het is niet de grootste vis die overblijft en die goed is, maar de snelste vis die kan veranderen. Niet alleen restaurants, hè. Johan. Laten we één ding heel eerlijk met elkaar over zijn. Alles waarvan ze jarenlang gezegd hebben, dat kan niet remote. Dat kon ineens binnen 2 weken kon het geregeld worden dat een customer support agent vanuit huis kon werken. In 2 weken tijd komt dat ineens wel. En die wereld heeft vanaf dat moment zo'n de businesswereld in general en überhaupt de wereld in general, die heeft zo'n versnelling doorgemaakt op dat moment. Die e-commerce wereld is ook gigantisch gegroeid natuurlijk in die afgelopen 2-3 jaar. Je zit 3 weken in huis, doet niks anders dan online bestellen eigenlijk. Nee, klopt, weet je. En ik denk ook dat bijvoorbeeld Uber Eats en dat soort dingen, en thuisbezorgd en weet je, die hebben de beste tijd van hun leven, hoor, in de afgelopen twee jaar. Inderdaad. Ja, zeker. Dat is. En mocht je eigenlijk willen dat je daarvoor de tijd geïnvesteerd. Al had je wat. Ja daar had je wel als een angel investor in moeten stappen. Ja, die hele Uber brand trouwens, man. Maar, ja. En dat is hetzelfde voor Skype eigenlijk. Skype was altijd de grootste. Zoom konden ze nog niet echt. En op een of andere manier, Zoom die schiet naar een biljoenenbedrijf. En eigenlijk doet het niet veel anders dan Skype. Maar toch, de 1 of 2 functies die erbij kwamen, dat heeft gewoon een gigantisch groot verschil gemaakt. Maar ja, als je het een beetje, ja, zou ik even zeggen. Wat zijn nou de 3 grootste lessen die je kunt delen? Of in ieder geval eentje. Maar als je 3 hebt, zou het helemaal mooi zijn. Met 3 grootste. 1, geef weg wat je kan. Geef weg wat je kan. No matter of we het dan hebben over tijd, of we het hebben over geld, of we het hebben van aandacht, over het creëren van content, whatever. Mm-hmm. Geef weg wat je kan, maar niet met de intentie, dit is een hele belangrijke toevoeging, niet met de intentie om wat terug te krijgen. Maar geef weg wat je kan, vanuit een goed hart, vanuit oprechtheid. En als je dat doet, en als je dat als marketing, ook vanuit marketing, op die manier altijd blijft zien, dan komt het altijd bij je terug, man. Goed doen, goed ontmoeten. Het is nog steeds waar. Het is echt oprecht nog steeds waar. Daarnaast denk ik dat, kort gezegd, denk ik dat 9 van de 10 ondernemers hun huidige website meteen naar buiten moeten flikkeren. Sorry voor mijn French, en ik hoop dat YouTube misschien censored en zo. Maar, ja. Komt goed. Maar ja, dat moet je wel naar buiten gooien. Want 9 van de 10 websites zijn veel te gecompliceerd. Lever überhaupt geen sales op. Als jouw website geen sales oplevert, ja, weet je, dan moet je hem vervangen. Je website moet gewoon money opleveren. Hier zit het. En dus moet 9 van de 10 ondernemers in Nederland en België, die moeten gewoon hun website vervangen door een funnel.
die een stuk simpeler is, duidelijkere call-to-action buttons hebben en die gewoon echt maar één doel hebben en dat is het overgaan tot actie. Maakt niet uit op welke pagina je van een bepaalde website bent, maar die website moet gewoon één actiepunt. Mm-hmm. Klaar. Ik denk dat dat wel sowieso de twee allerbelangrijkste zijn. En stop überhaupt met het maken van gecompliceerde marketingstrategieën, man. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Pak gewoon één simpele softwareoplossing die alles in één bevat. Pak een coach die je gewoon gratis advies geeft. En weet je, ga gewoon bouwen. Ga gewoon bouwen en laat je ook niet tegenhouden door de kritieken die je krijgt. Want de enige kritieken die je krijgt zal altijd van mensen zijn die zelf nog nooit iets gedaan hebben. Ja, dat heb ik ook wel vaak gezien met mijn ex-schoonmoeder. Wees er altijd beter. Johan, je moet dit doen. Johan moet dat doen. Zo kun je je bedrijf laten groeien. En zelf kon zo 15 jaar niet meer lopen. Die zat de hele dag Simpson doen op de laptop. En ja. Denk ik, ja, als jij het beter kan, waarom doe je dan niet hetzelfde? Ja, precies. En online had ze het kunnen doen, hè? Ook al kon ze niet lopen. Maar dat terzijde. Sorry dat ik... Sorry if you're watching. My bad. Nou, echt niet. Echt niet. Daar ga ik geen sorry voor zeggen. Oké, we hebben dus twee. Wat zijn de grootste problemen eigenlijk waarmee jij je doelgroep mee helpt? Gratis marketingtechnieken. Want laten we eerlijk zijn, als je net begint, als je net start, als je net bezig bent, dan heb je geen geld voor dure advertenties of het inhuren van marketingbureaus of whatever. Mm-hmm. Dus dat is punt 1, het allerbelangrijkste. Er staat niemand op te wachten, nee. Precies. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat dat hele complexe verhaal over jouw website is complex, je website is moeilijk, je website is... Dat nemen wij voor je uit handen, want wij leveren jou dus inderdaad alle funnels, alle templates die jij ook maar nodig hebt. Die kan je straks vanuit onze kant met knippen en plakken voor jezelf gebruiken en aanpassen, zodat het gewoon voor iedereen een heel stuk makkelijker is om echt een website of funnel direct online te krijgen en daar gewoon een inkomen mee te verdienen. Ja. Mm-hmm. En last but not least, wat wij natuurlijk sowieso doen voor heel veel mensen, is dus dat wij dus inderdaad met onze 10% regel enorm veel impact maken. En onze 10% regel houdt gewoon het volgende in, van alles wat er bij ons binnenkomt en wat wij onderaan de streep overhouden. Daarvan gaat er gewoon simpelweg 10% naar het ondersteunen van twee goede doelen. Eentje is dus inderdaad onderzoek naar kinderkanker. En die andere is het huisvesten van thuisloze jongeren in Nederland en België. En dat is wat we doen. Dat is waar we mensen mee helpen en dat zullen we impact maken. Nou kunnen we heel goed begrijpen dat je thuisloze jongeren willen steunen. Maar wat is nou eigenlijk jouw verhaal achter de kinderkanker? Ja, waarom heb je voor die gekozen? Kijk, zoals ik eerder in de podcast natuurlijk toelichtte, helaas ben ik dus mijn moeder verloren. Ja, niet aan kanker zelf, maar aan de gevolgen die dat met zich meebrengt. Chemokuur zorgde natuurlijk in haar geval voor een lagere weerstand. Dat zorgde voor de longontsteking en daardoor hebben we helaas afscheid van haar moeten nemen. Mm-hmm. Maar kijk, ik ben mijn moeder verloren, weet je. En dat was al heftig. Maar kan je nagaan als het niet... Kijk, to be honest... dat is nog natuurlijk nog steeds, vanuit mij in ieder geval, zoals natuur zou moeten zijn. Hè? Ik zou afscheid moeten nemen van mijn moeder. Right? Mm-hmm. Dat is normaal. Maar mijn opa in dit geval heeft afscheid moeten nemen van zijn kind. Dat is volledig, maar dan ook echt volledig tegen de natuur in. Kan je nagaan, als het dus inderdaad niet, zoals in mijn geval, een vrouw, of mijn moeder geweest is van 52 jaar oud. Maar als het dus gewoon je kind is van 3, 4, 5, 6, 8, whatever. Maakt niet uit welke leeftijd, man. Maakt niet uit welke leeftijd. Maar als het je kind is. Ja, weet je, dat is wel zo triest. Dat is wel zo heftig. En ja, daarom dat ik echt voor mezelf zoiets heb van ja, als ik daar ook maar iets in bij kan dragen. Mm-hmm. Ja, dan moet ik dat doen. Dan moet ik dat doen. En dan is dat mijn roeping. En dan moet ik me gewoon voor die kinderen hard maken. Weet je. Kijk, en natuurlijk, de kinderjaren zijn toch wel echt de mooiste jaren. Ja, ik bedoel, je zou
je leven tot je 25ste, 28ste eigenlijk niet meer een mis. Zeg maar zelf. Ja, weet je, dat zou in theorie zouden dat jouw mooiste jaren moeten zijn. En ja, zouden dat jouw jaren moeten zijn van intens geluk, van leren, mm-hmm. van ontdekken. En mm-hmm. als dat op zo'n manier van je weggenomen wordt. En je dus inderdaad niet meer kan ontdekken, maar dat je vanuit ontdekken gaat overleven. Ja, weet je, wat is leven dan überhaupt nog waard op dat moment? Weet je, dat. En nogmaals, als ik daar dus ook maar iets in kan doen, dan moet ik me daar gewoon hard voor maken. Ja, nou is natuurlijk de mening een beetje verschillend van, is het dan nog op waard? Ja, tuurlijk, want we hopen natuurlijk dat het goed komt en dat ze toch nog fatsoenlijk normaal kunnen leven. Maar ja, het is sowieso altijd beter om het vroeg goed te doen, zodat dat de kanker eigenlijk weggaat. En dan weer een normaal jeugd kan hebben. Klopt, klopt. En ik hoop ook oprecht. En ja, of dat een waarheid zal worden. Wie weet wat er ooit nog in kan. Maar ik hoop oprecht dat we nog ooit een solution gaan vinden voor kanker. Mm-hmm. Ja. Op dit moment is hier niet. Althans, niet dat ik weet. Er zijn heel veel theorieën en manieren. Maar er is nog nooit, er is niks gegarandeerd. En ik hoop oprecht dat we daar ooit nog iets voor vinden, zodat het echt verleden tijd kan zijn. Want gaan veel te veel mensen aan onderdoor en aan stuk. En... Ik heb zelf natuurlijk ook die theorieën gelezen. En eentje daarvan werd ook gelaten zien op Family Guy. Dus volgens mij komt er ook een heel op daar theorieën weer vandaan. Klopt man. Wie weet man. Ooit kan een dergelijke tekenfilm sowieso de toekomst voorspellen, toch? Want was het niet The Simpsons die al voorspelde dat Trump president zou worden en zo? Dus Simpsons hebben sowieso filosofische kwaliteiten, geloof ik, toch? Zodra het op de Sims komt, dan begin ik te geloven. Ja, precies. We hebben al heel wat bereikt, mezelf. Om welke doelstelling heb je nu staan voor jezelf? En waarom zijn die belangrijk voor jou? Wij willen uiteindelijk, nu we dus ook echt live zijn gegaan, willen wij gewoon echt minimaal straks na onze lancering, echt onze beta-lancering die we nu hebben tot en met 22 februari, willen wij gewoon daarna echt strakjes 1000 man maandelijks in ons membership hebben zitten. En waarom? Omdat wij gewoon echt die 1000 mensen intens willen gaan begeleiden. Om dus inderdaad hun digitale inkomen op te bouwen. En deze 1000 mensen, op het moment dat die dus gewoon straks bij ons in membership zitten, die hebben dan dus straks ook allemaal de garantie dat wij echt daadwerkelijk met hun gaan werken totdat zij hun investering vertienvoudigen die zij maandelijks bij ons inleggen. En ik wil gewoon echt dit aankomende jaar gebruiken om die 1000 mensen daar te krijgen en die 1000 ondernemers ook echt van A tot Z te helpen. Omdat dan gewoon resultaten natuurlijk ook voor zich spreken. En ik heb daar enorm veel zin in. Want op het moment dat we dat kunnen doen, ja, dan staan daar natuurlijk ook een bepaald inkomen tegenover. Die we dus ook echt kunnen gaan gebruiken. Om dus inderdaad kinderkanker deels uit de wereld te gaan helpen, hopelijk. Maar ja, moet je ook eens bedenken dat als daar dus inderdaad die 1000 man bij ons in dat membership zitten. Ja, wat wij daarvoor kunnen doen voor thuisloze jongeren in Nederland en België. Weet je, en dan kan het over huisvesting gaan, dan kan het over dagbesteding gaan. Dan kan het, weet je, kan je het zo gek niet voor bedenken. Maar daar kunnen we, met dat bedrag kunnen we natuurlijk heel, heel veel mooie dingen. Zeker. Ja, we zitten ondertussen nu al een anderhalf uur in. We hebben echt heel lang een goed gesprek gehad. Is er nog iets dat je wilt delen? Dat je zegt van, oké, dit moet ik nog echt even kwijt. Ja, man. Ik denk dat dit misschien ook wel het allerbelangrijkste is. Op het moment dat je start online, passief inkomen is er niet. Bestaat niet. Het is keihard werken. Mm-hmm. Het is leuk. Het is uitdagend. En jouw weg kan een heel stuk makkelijker gemaakt worden op het moment dat jij mensen om je heen verzamelt die punt 1 in jou geloven, maar punt 2 die ook verschillende expertise levels hebben, zeg maar,
die jou aanvullen. En op het moment dat je dat zo'n scenario voor jezelf weet te creëren. En op het moment dat je daar hulp bij nodig hebt of wat dan ook, stuur gewoon een berichtje, laat een comment achter. We zien je, we volgen je en we komen met je babbelen. Want op het moment dat jij een dergelijk scenario voor jezelf weet te creëren, ja, dan zet je jezelf echt klaar voor succes. En dan ben je jezelf aan het voorbereiden, als het ware, om echt die volgende stap te kunnen zetten. Je moet daar de juiste randvoorwaarden voor hebben. Wil je dat echt voor elkaar kunnen krijgen? Ja, sowieso positieve mensen om je heen verzamelen. Dat is toch echt wel iets krachtigs. Wat we soms wel een beetje onderschatten. Ik heb een broer die... Ik heb zelf 5 broers. Maar mijn eerstkomende broer. Die zei altijd, Johan, jij kan dat. Jij kan het helemaal. En die had gewoon geen idee wat ik deed. Iets met tekst. Ja. En een week later komt die van, ja, die is programmeur. Ja, dat is ook tekst, maar niet mijn tekst. Nee, dat is verschillende taal. Maar misschien kunnen we wel samenwerken. Want hè, dat kan je wel aanvullen op een ander gebied. Dus weet je, iets met tekst. Maar uiteindelijk is het wel erg leuk om dat te horen. Van, ja, hé, ik kan het ook. En aan die dag ga je weer goede moed erin. En de ene keer heb je geluk, dan heb je klant. De andere keer, heb je een gesprek gehad met iemand. Ik denk dat die misschien ook nog wel heel belangrijk is om even kort te vermelden, Johan. Er zijn te veel mensen die geld investeren in een bepaalde cursus, trainer, coach, whatever. Punt 1, zonder reviews of whatever te checken. Punt 2, zonder ook maar echt te weten of die persoon je kan helpen bepaalde resultaten te realiseren. En punt 3 gewoon ook echt. En punt 3 ook gewoon echt voor bedragen die gewoon bizar zijn. Kijk, en als je net begint, zijn al die dingen gewoon echt niet nodig. Er is gratis materiaal op YouTube beschikbaar. Er is gratis materiaal op onze kanalen beschikbaar. We hebben gratis membership waarmee we je kunnen helpen. Daarnaast, wij zijn echt bereid ook met je mee te denken waar je naartoe wil, noem maar op. Dus kijk, ga niet overhaast bepaalde beslissingen voor jezelf maken. Maar kijk gewoon eens rustig rond. Kijk eens wat er te doen is. Kijk eens naar mensen die echt eerlijk advies geven. In plaats van bepaalde dingen beloven die zeer waarschijnlijk te mooi zijn om waar te zijn. Luister gewoon goed naar je inner voice. En als je dat doet, daarna luistert en dat aligned met wie je bent, wat je doet, waar je naartoe wil, ja, dan ben je unstoppable. Ja, kijk, ik heb zelf ook nog veel coaches gehad. En de een zei, ja, daar kunnen we zeker voor zorgen. En dan 90 dagen later, wat ze beloofd hadden, had ik het nog steeds niet. En dan 180 dagen later had ik het nog niet. En dan stuur je een berichtje. Het duurt 5 dagen voor je een reactie krijgt. Ja, En ik was nog niet blij met de reactie. Dan denk ik, een online onderneming starten is gewoon lastig. Het is niet makkelijk. Cool. Als je bekijkt, het hele proces, als je alles stapsgewijs hebt staan, dan begrijp je, dan weet je precies wat je moet doen. En dat kan nog best wel pittig zijn. Alleen, ja, er worden gewoon te veel beloftes gemaakt daar die we niet na kunnen komen. Ze maken het te ingewikkeld. Je moet dit programma nemen en een Zapier en bla bla bla. En met je funnel en dit en dat en mijn websites. Soms is er helemaal niet nodig. Nee. Soms heb je gewoon alleen een social media presence nodig. Of gewoon een Social media presence, een leuke persoonlijkheid. En dat werkt ook. En een funnel. En dat is het enige wat je nodig hebt. En als je die 3 dingen op orde hebt, dan kan jij online voor jezelf starten, een begin maken. Noem maar op. Echt waar. Iedereen ook gewoon. Dat is het mooie. Iedereen kan dit. En natuurlijk zijn we alleen in ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Ik ben dakloos geweest en ik kan dit. Dus als ik dit kan, dan is er gewoon simpelweg geen excuus voor whoever die op zijn minst middelbare school heeft afgemaakt om dit niet te kunnen. Snap je? Dat is het hem ook, hè? Ik bedoel, als ik dit kan, welke reden heeft iemand die dan bijvoorbeeld, hè, ik kan zeggen, gestudeerd heeft, maar zelfs bijvoorbeeld gymnasium heeft afgemaakt, of misschien zelfs wel gewoon VMBO of BBL heeft afgerond, kader, whatever, weet je. Prima. Maar als ik dit kan zonder al dat, dan kunnen jullie dat ook.
For real. Ja, ik zelf ook MBO 4 gedaan, logistiek supervisor. Ik heb er nu helemaal niks meer aan. Maar mocht de hele internet, Facebook, Instagram uitvallen en ik kan helemaal niks meer, ja, heb ik een papiertje. Dat is een verhaal, snap je? Dan moet je toch weer iets. Laatst, ik denk, ja, vorig jaar was je een dag eruit. Nou, ik heb het niet gemist eigenlijk. Nee, maar de wereld stond wel in vuur en vlammen. Ja, maar ik Zuckerberg kennende, dat is binnen een dag weer gemaakt. Dat was het ook, maar er was wel even paniek along the world. Ja, maar uiteindelijk, ja, als je alles op Facebook gaat richten, ja, dat is al niet goed zelf. Kijk, eerst moet je één platform pakken, pak daar je social impact en niet gelijk op Instagram, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, LinkedIn, nou ja, al die social kanalen. Maar uiteindelijk kun je meerdere kanalen creëren. Dus als Facebook uitvalt, heb je nog Instagram en LinkedIn. Precies. En e-mailadres. Je hebt toch... Uiteindelijk kun je je lead flow. Je moet wel zorgen dat je omnipresence op orde is. Weet je mm-hmm. moet gewoon zorgen dat alle content op verschillende kanalen gepubliceerd kan worden. Maar daarbij moet wel kwaliteit ook gewoon bovenin het vaandel staan. Mm-hmm. En als Zeker. Je dat... Daar moet je natuurlijk ook wel weer een sweet spot in weten te vinden. Daar helpen we natuurlijk onze mensen ook weer mee. Maar ja, als je dat op orde hebt en op meerdere paarden wet als het ware, zoals je het in het Nederlands zo mooi uitspreekt, ja, dan ben je uiteindelijk niet te houden. Ook niet op het moment dat bijvoorbeeld een Facebook of een Instagram of wat dan ook uitvalt natuurlijk. Kijk, uiteindelijk is het ook een beetje zien van, als je alles op Facebook bouwt, dus hetzelfde als je een fulltime baan hebt. Als die wegvalt, valt al je geld weg. Wat doe je dan? Ja, en soms is een nieuwe baan makkelijker zoeken dan een hele nieuwe onderneming starten eigenlijk op een nieuw platform. Klopt. Dat zijn lastige zaken. Mm-hmm. En je moet daar differentiëren. Spreid je windkansen, zei Hollands kandidaat. En je moet gewoon een beetje aardig zijn. Aardig ga ik hem ver. Klopt. Ik heb toch al vaak met klanten gewerkt die eigenlijk naar mij toe kwamen, omdat ze me mogen. Mijn hele verhaal eromheen. Ja, voorheen zat ik in een relatie. Die had een kind van uit een andere relatie nog. En de allereerste vraag, elke keer als we op een gesprek kwamen, hey, hoe is het met het kind? En op een gegeven moment moest ik dus doorgeven dat ik het uitgemaakt had. Ja, toen waren we niet meer zo goede klanten. Is die band die je creëert. De band is gone, ja. Ja. Ik vond het meer jammer dat die band van mijn klanten kwijt was dan met mijn relatie. Maar ja, dat is, hey, Johan, zeker zo aan het afsluiten van de podcast. En ja, mm-hmm. zo nadat je mij geïnterviewd hebt. En hopelijk hebben we daarmee gewoon ook al echt heel veel vragen beantwoord van de mensen. Mm-hmm. Dat hoop ik ook, ja. Maar ik heb er misschien ook nog wel eentje voor jou. Want ik denk dat dit ook voor heel veel luisteraars misschien wel heel erg... heel erg veel nieuwsgierigheid opwekt, maar ook heel veel verduidelijkt. Want hoe ben jij nou uiteindelijk bij mij terechtgekomen en waarom heb je ja gezegd om überhaupt met mij samen te gaan werken? Kijk, je hebt alles gehoord over Dream Chasers. Ik heb je verteld hoe het in elkaar steekt, wat het doel is, hoe we het willen gaan opbouwen. Wat is nou uiteindelijk hetgeen geweest? Wat heeft jou nou over de streep getrokken om dit ook echt te gaan doen? En om met ons samen te gaan werken? Nou hebben we zaten eerst al in hetzelfde coachprogramma. Daar hebben we elkaar laten kennen. Klopt. En als je daarin zit, dan is er één ding al bevestigd. Je bent een goed persoon. Ja. Ja. Dat is... In dat programma, die had ook al de goede doelen steunen. We hadden dus al een basisregel. Ja. Je bent een goed persoon. Dus we konden al goed vinden. We zijn allebei schorpioenen. Ja, maar op een gegeven moment hadden we toch wel dat we vaker gingen praten. Zelfs 3 maanden tussen dat we gewoon helemaal niet praten. En ja, we hadden wel eens over coachingprogramma, dit maken. Nou, helemaal geweldig. Ik zou ook wel een coachingprogramma willen. Maar uiteindelijk zouden wij eigenlijk gewoon echt directe concurrenten zouden worden. Letterlijk en figuurlijk. Ja, klopt. Ja.
En dat wou ik niet. Maar ik ben zelf niet de beste verkoper en de marketeer die jij wel bent. Ja. Ik ben weer beter in andere dingen. Dus ik merkte echt wel dat we elkaar aan konden vullen. Maar uiteindelijk zou jij al mijn ads doen, die zou mijn verkopen doen. En ik zou al die blog schrijven en al dat dingen. Ja. Dus we waren eigenlijk alles al aan het combineren op dat moment. Ja, we zaten al alles aan te combineren. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, hoe ga ik dit eens doen? En toen had ik toch wel iets, toen kwam er zo'n één keer in me op van, ja, wat nou als je gewoon zegt, laten we samenwerken. Dus ik was op dat moment wel erg blij dat ik dacht van, oké, nu heb ik ook een partner die ja gewoon jouw accountability houdt. Dus nu zaten we vandaag ook echt bezig van, hé, ik heb dit gedaan. Ik moet sneller. Nu moet ik. Ja, nee, maar zo werkt het ook wel echt. Je hebt er inderdaad iemand bij die een stok achter de deur is, weet je. Mm-hmm. En daarnaast, door inderdaad met jou samen te werken, denk ik dat ik inderdaad een concurrent minder heb. Mm-hmm. Nu even recht voor z'n raap. Voor de luisteraars die nu nog luisteren, die het dus inderdaad, wat is het, bijna een uur en drie kwartier hebben volgehouden ondertussen. Respect voor jullie guys, laat ik dat ook voorop stellen. Mm-hmm. Maar voor hen die hier nu nog zijn, wat zou de nummer één reden moeten zijn vanuit jouw oogpunt om dus inderdaad in ieder geval te starten met het gratis Dream Chaser Scholarship? Wat zou jij dan als nummer één reden opgeven? Waarom? Kijk, uiteindelijk hebben we veel dingen gezien dat gratis is. En ik heb me overal voor aangemeld. Echt overal. En elk dingetje dat ik binnenkreeg, was soms of het was nep. Dan zeggen ze, ja, dat bespreken we op een gesprek. Ja, ik weet precies waar dat gesprek over gaat. Je zult mij niet zien. Maar dat was altijd meer gefocust op de wat je moest doen, maar niet hoe je moet doen. Nee. Ja, je moet een onweerstaanbaar aanbod maken. Je moet je lead flow hebben. En je moet een beetje goed verkopen zijn. 3 punten, 3 zinnetjes, dat is het. Dat is hoe je een online onderneming opstart. En nu? Top. Let's go. En dat is toch wel iets dat wij echt absoluut niet wilden. En verbaast mij eigenlijk nog dat ze zoveel reacties gekregen hadden van, wauw, wat een goede gratis training of wat dan ook, wat ze gaven. Dan denk ik van, nee, dit is geen goede gratis training, hier heb ik niks aan. Dit is letterlijk je aanmelden om verkocht te worden. En ja, ik wil dus echt wel iets creëren van, wij vertellen precies hoe en alles wat we weten op dat niveau van mindset, wat weten we daarvan? We gaan je alles vertellen. We gaan je vertellen over appointment setting. Ik geef gewoon een hele script weg. Ja, ik heb meerdere €100 voor betaald. Script, templates. Hier heb je mijn script. Ja, ik krijg de funnel templates. En dat ik denk van, weet je wat? Al mijn Facebook hacks. Nou, Facebook is toch wel een van de grootste social platforms die gebruikt wordt. Dus ik pak Facebook. Denk ik. Facebook hacks er nog bij. Ja. Yo, het zit boordevol informatie, man. Voor een gratis ding is het echt veel. In de meeste theorieën worden allemaal eigenlijk een beetje weerhouden van, oh, je moet niet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Niet bijna de meeste, 9 van de 10 ondernemers, die weten eigenlijk niet precies hoe de Facebook-algoritme werkt. En die komen met mijn eigen theorieën dat helemaal niet werkt. En dat is gewoon nu klaar. Ja, ja. De waarheid moet eruit komen. Hier heb je het. Vraag. Meld je aan voor de gratis training. Tuurlijk, je krijgt wat e-mailtjes van, maar tuurlijk. We gaan proberen om je natuurlijk in de Dream Chaser Instituut te krijgen, maar daar buiten allemaal gezien, is de gratis training alleen al waard. Gewoon om die waarheid recht uit te krijgen. Nee eens. En ik denk dat toch wel echt, ja, het is sowieso een training geweest die ik 3, 4, 5 jaar geleden had willen hebben. Had ik al verder mee gekomen. Ik denk dat we hem voor vandaag ook even af moeten sluiten. En ik denk dat ik hem dan ook echt zou willen afsluiten met het feit dat ik morgen... ik denk dat dat een hele goede stap is, want morgen doen we geen podcast. Maar morgen zal ik het een en ander live gaan laten zien. Over het programma, de achterkant. Maar ook hoe je bijvoorbeeld de software gebruikt waar we gebruik van maken. Dat soort dingen. Ik denk dat dat een hele goede is voor de mensen. Dat we hem voor vandaag hierbij moeten laten, want anders moeten we hem straks echt in achter gaan splitten, denk ik. dan kunnen we kwartiertjes uitbreken alsof de terk stok is. Maar
Laten we hierbij houden voor vandaag, Johan. Ik wil je oprecht bedanken voor alle vragen die je mij gesteld hebt. Dat je mij ook echt de kans hebt gegeven om motivate.com op deze manier toe te lichten. Want ik denk dat het heel veel verduidelijk heeft voor mensen waar ik vandaan kom, waar we nu voor staan, maar ook waar we naartoe willen. En ja, ik denk dat mensen sowieso ook wel van jou genoeg gaan zien binnen het Dream Chaser Instituut, in het scholarship. Ja, wij zullen genoeg hand in hand voorbij gekomen over de aankomende periode, denk ik. Uiteindelijk zal ik ook met iedereen in contact blijven, gewoon via WhatsApp, Messenger, net wat jij wilt. En als jij me 's nachts een berichtje stuurt, ik ben 's ochtends wakker, zie ik je berichtje, ik beantwoord hem gelijk. Want daar zijn we voor. Wij proberen hiermee te helpen. We zullen voor op de YouTube-kanalen zorgen ook dat alle social links, et cetera, naar elkaar toe. Dat die gewoon netjes onder elkaar uitgelijnd worden, jongens. Dat jullie ook Johan inderdaad van dichtbij kunnen volgen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Die jongen die zit ook boordevol tips en tricks als het gaat over digitale marketing, copywriting, whatever. En nou, misschien is het ook wel goed als we Johan een keertje gaan interviewen ergens in de aankomende week. Dus dat kijken of we dat ook voor elkaar kunnen krijgen. Maar als ik toch nog één ding kwijt mag, want kijk, gezien jouw achtergrond en ja, als ik dat eigenlijk aan mijn moeder zou vertellen en dat is niet lullig bedoeld, dan zou ze zeggen van, nou, ik denk niet dat je daarmee om mag gaan. En ja, gezien de laatste 6 maanden, ken je nu 6 maanden, ik ben toch aan de ene kant wel blij dat ik contact met me ben gehouden en gezien waar we nu zijn, dat ik dan toch wel denk van ja, ik heb toch wel veel van je geleerd. Ik denk van ja. Ik heb slechte beslissingen. Never judge a book by its cover, man. Ja. Never judge a book by its cover. Ze zeggen het overal. En het is gewoon waar, man. Dat is gewoon echt waar. Kijk dieper dan dat. Ik heb ook aankomende vrijdag een podcast interview met een jongen voor wie je hetzelfde misschien zou kunnen zeggen op het moment dat je hem ziet. Maar als je gewoon luistert naar mensen en naar wat mensen te vertellen hebben, waar mensen echt vandaan komen, ja, weet je, dan zit er meer achter. En een heel ander beeld. Ja, zeker. En laten we daarmee eindigen. Zeker, man. Chase your dreams, guys. That's it. Ja, chase your dreams. Zeker. Oké, see you later.